Een telefoon zoekt 900 keer per minuut een verbinding naar boven. 1800 keer per minuut gaat er een straling, een frequentie, wat er eigenlijk niet door je heen moet gaan. Het lichaam krijgt een disbalans, altijd. Want telkens komt er een straling door je heen en dat doet wat met jouw biologische, natuurlijke straling die je eigenlijk nodig hebt. Het is dan heel moeilijk te zeggen, er is geen correlatie met hartstoornissen en mobiele telefoons. Cell phone companies are putting up 5G towers, raising the question, are these towers safe? Dat de telefoon het biologisch systeem in disbalans brengt, dat is 100% correlatie. When the doctor can heal it, devil will steal it. Hey, leuk dat je kijkt en of luistert naar Vibestalk. We hopen je met deze show te kunnen inspireren, wellicht iets bewuster kunnen maken en vooral een positief oplaadstation te zijn in deze zeer bijzondere tijden. En je weet het, hè, we kunnen alleen met jouw steun blijven bestaan. Dus word member, join the family en verbind je. Ga naar onze website www.univibes.nl en ontvang heel veel meer extra's. En schrijf je ook meteen in voor onze nieuwsbrief, want dan ben je altijd op de hoogte van alle gave dingen die we samen met jou gaan creëren. Dankjewel. En je weet het, hè? Kijken is liken en abonneer je op ons kanaal. Dan gaan we naar onze volgende gast. En dan ben ik blij en dankbaar dat je bij ons bent. Filmmaker Marijn Poels, welkom terug. Goedemorgen, ja. Hoe is het met je? In deze bijzondere tijd. En ja, dat je natuurlijk nu met deel 2, hè, Primordial Code, deel 2 is net uit. Volgens mij word jij platgebeld, Marijn. Ja, platgebeld valt wel mee, want ik ben nogal de telefoon... is niet mijn beste vriend, zeg maar. Die heb je na deze documentaire heb je die helemaal weggedompt. Ja, eigenlijk zou het dan moeten, hè. Ja. Maar ik probeer zo min mogelijk mezelf... het is bizar, ja, want het ontploft hier wel natuurlijk om me heen. En kijk, het is ook zo... voor corona deed ik ook filmtouren. Dus dan toerde ik heel Duitsland, Nederland. En ging ik alle bioscopen langs. En weet je, met discussies. Dat was altijd superleuk. Tot aan corona eigenlijk. En toen kwamen er allemaal regels in bioscopen waar ik niet in mee kon gaan. En ik zeg, ja, ik laat mijn bezoekers geen mondmaskers dragen. Want dan, weet je wel, dan heeft de discussie weinig zin. Dus ik ben toen ook gestopt met fysiek aanwezig zijn met filmvoorstellingen. En dat heb ik eigenlijk 3 jaar zo volgehouden. Dus ik heb een gat van 3 jaar fysiek gezien. Hè? En in één keer komen daar weer aanbiedingen langzaam. Van, weet je wel, mogen we de première organiseren? En dan merk je dat het in één keer ontploft. En dan denk je, wat happened, weet je? Ja. En het publiek is veel breder geworden. Het lijkt op... Voor mij zijn zo'n dingen radicaal omgedraaid in één keer... dat ik er zelf sceptisch van word. Ja, wat is dat? 6 jaar geleden werd ik gecanceld. Werd ik, weet je wel, uitgescholden tijdens voorstellingen. Was het gewoon fysiek bijna onmogelijk om een bioscoop binnen te komen. Wauw, omdat je controversiële thema's bespreekt. Bleek, ja. Destijds was het controversieel. Ja, ja. En dat was natuurlijk nog voor corona, voor eigenlijk ook die klimaatdiscussie. Ja, ja, ja. En nu lijkt het in één keer 180 graden gedraaid te zijn... dat je vanuit de kelders waar je in bent geschopt... in één keer op een podium komt te staan... en bijna Jezus van Nazareth, weet je? En dan denk je, weet je wel... Wat wacht eens even. Ja. Ik kom uit een niche, eigenlijk al 20 jaar... met 20 jaar film maken heb ik altijd in niches gezeten. En dat vind ik ook wel prettig. Mm-hmm. En in één keer... ben je bijna mainstream in de alternatieve wereld. En dat doet best wel wat, weet je. En er komt zoveel op me af dat ik het allemaal niet kan verwerken, zeg maar. Snap ik. Want hoe ga je er zelf mee om? Nou, weet je, vanavond ben ik weer thuis en morgen zit ik weer met de knieën in de tuin, hoor. Ja. Dus ik blijf gewoon... daar laat ik me niet door leiden. Nee. Maar wat zegt het wel? Het, weet je wel, mij vertelt het niet zozeer over mezelf. Nee, en ik prijs mezelf ook niet als
geniaal iemand die... Maar het is de tijdgeest. Weet je? Het heeft niets met mij te maken. Het heeft met de tijdgeest te maken. En dat is hetzelfde als zo'n... ken je dat? Die spreeuwen die allemaal in één energieveld... Die zit zeg maar. Ook in je documentaire. Precies, waanzinnig. Ja. En dat is het gevoel wat ik heb wat er gebeurt. En je kunt niet één vogel in die hele energiebel aanwijzen die de leider is. Of die Jezus van Nazareth is. Mooi. Maar het zit allemaal in dat veld. In het collectieve. We weten niet, die vogels weten echt niet waar ze heen vliegen. Sterker nog, ik heb het idee dat ze het maar wat doen. Maar ze doen het wel, weet je wel. En ik geloof dat wij in diezelfde bel zitten. En dan is het volgens mij belangrijk om steeds meer te beseffen dat jij in die bel mee wordt genomen. Mm-hmm. En dat je de bel niet gaat leiden. Want dan word je een goeroe. En dan leid je zeg maar het volk naar een verkeerde plein. Ik zo ben mooi, zeg, ja. net zo... waardevol in die energiebel als het publiek. Exact. Zonder publiek heb ik niks. En omgedraaid ook, weet je. En ik krijg de impulsen en de energie ook van mijn publiek. Niet van mezelf. Het is niet dat ik zelf die films wil maken. Maar het is meer dat de tijdgeest erom vraagt. En ik speel daar op in. Nou ja, ik zie het heel erg ook zo in deze tijd. En ik zeg het ook altijd rondom Univibes. Dat is niet Tim. Dat is een collectieve platform voor ons allemaal. Die in deze tijdgeest past waarin we samen dingen mogen creëren. En dit is mijn rol, zeg maar, in deze tijdgeest om zo'n platform neer te zetten. En jij als filmmaker, is het jouw rol, zeg maar, dat is ook jouw passie om zulke films natuurlijk te maken die je nu aan het maken bent. Daarin hebben we allemaal volgens mij gewoon onze eigen passie en rol te vinden. Maar het is inderdaad zo belangrijk om te blijven voelen, maar we zijn collectief, zijn we één. Ja, en ik denk bezig. Dat dan, weet je wel, vallen titels weg, vallen namen weg, vallen podia's weg, vallen likes weg, vallen views weg. Maar dan gaat het veel meer om meegaan met de flow en geen idee waar het eindigt. Maar ik denk dat als je eerlijk blijft naar jezelf, dan blijf je ook altijd eerlijk naar anderen. En dan is dat, dan, weet je wel, en je moet los van angst zijn. En ik zeg de beeldspraak nu vaker en met deze film ook. Het is belangrijk dat, weet je, als we het dan even over water, hè, het verhaal gaat ook een groot deel over water. Als je dan fascinerend kijkt hoe water ontstaat, dat zijn twee moleculen, waterstof en zuurstof. En die hebben alle hun eigen identiteit ook. Hè. En ze komen bij elkaar en ploep, het is water. En uit die bijeenkomst komt een nieuwe energie en dat is water. Weet je wel? Maar het komt door, het heeft ermee te maken dat die twee moleculen hun eigen identiteit ook vasthouden. Ze zijn eerlijk naar zichzelf en eerlijk naar de buitenwereld. En ze hebben geen idee wat ze doen, maar ze zitten in een veld, ze komen samen en er komt nieuwe energie uit. En ik geloof dat een mooie beeldspraak is, ook wat in de nieuwe wereld eigenlijk veel meer zou mogen gebeuren. Dat we onze identiteit blijven houden, weet je wel. Ik ben Marijn en ik doe dit en meer doe ik niet, weet je wel. Mm-hmm. En ik heb geen idee wat er op mijn pad komt, maar het komt. Ja. En op het moment dat het er komt, dan is er een nieuwe energie. En zo zou het meerdere systemen moeten zijn. Is het een beetje zo, Marijn, dat het niet is dat je leeft vanuit je hoofd, maar gewoon vanuit je hart en vanuit de overgave, wat er maar ontstaat? Nou ja, vanuit instincten eigenlijk. Ja. Weet je wel, niet meer dan als een dier in de natuur dat ook doet. Het heeft ook geen idee waar het 's avonds eindigt, weet je wel. Maar het zit vast aan een biologisch systeem. En dat gaat vanzelf. Het meandert. Dat is ook een mooie term eigenlijk. Hè? Meanderend door het leven gaan. Mm-hmm. En dan kun je zeggen, ja, je bent een dromer. Maar dat is niet zo. Het is, weet je, als je instincten volgt en je niet zoveel laat leiden door de ratio, weet je wel, mm-hmm. door het denken. Dat is het, hè? Ik heb met deze film ook, het zit ook natuurlijk heel veel over zintuigen gaat het. Of het gaat niet heel veel over zintuigen, maar ook wat er boven in je hoofd gebeurt. Ja, daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Ja. De grap is dat we hebben intelligentie en we hebben wijsheid. En dat zijn twee antoniemen van elkaar. Mooi. Sterker nog, intelligentie vreet altijd wijsheid op. Omdat het namelijk de eigenschap heeft dat het heel snel iets kan onderdrukken. En dat is vaak een instinct, een buikgevoel. En het wordt onderdrukt, omdat intelligentie is voor ons de norm geworden of zo. Ja, de meetlat geworden. Weet je, daar worden we op beoordeeld. Maar intelligentie is feitelijk alleen maar een principe, een maatstaf van hoe goed kun jij
meegaan in het systeem wat we hebben opgebouwd en wat jij hebt besloten in mee te gaan. En daar hebben wij besloten dat 2 plus 2 4 is. En als je dat kunt zeggen, dan heb je een vorm van intelligentie. Maar wijsheid is wezenlijk wat anders. Wat zijn die hele wijsheden? En dat komt natuurlijk ook in jouw film zo mooi naar voren. En we duiken er straks meer in, ook de thema's die bespreken. Maar er zit zoveel wijsheid in ook in deel 2 weer in die docu. Wat we dus zo ergens zijn kwijtgeraakt. Mm-hmm. Waarin je ook, waar we het natuurlijk eerder ook over gehad hebben. En waar we ook een uitzending eerder hebben over gemaakt. Een event of verloren beschaving. Dat staat ook op YouTube. Maar dat we over die verloren beschavingen die blijkbaar veel meer met op wijsheid leefde. En ergens is daar een soort switch gekomen dat we vanuit ons hoofd zijn gaan denken. Ja, en wat ik dacht dus na deel 1, weet je wel, dat was een soort van Indiana Jones-achtig verhaal eigenlijk. Hè? Dat ik bij piramides stond die nog eigenlijk onontdekt waren. In tunnels, ondergronds en oude bronnen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar uiteindelijk moet je dan ook verder. En wat heeft het voor een zin om nog een piramide op te graven? Dat zou een bevestiging zijn van deel 1. Weet je wel? Van, ja, dat weten we nu onderhand wel. En wat we vergeten, want we zijn dan ook weer zo bezig met, oh, maar dat is mooi, weet je wel, in piramides en zoveel mogelijk. En dat klopt. Maar als je echt de verloren beschaving wilt opzoeken en kijken of we daar wat mee kunnen doen in deze tijd, snap hem. Dan epigenetisch zijn wij ook een deel van de verloren beschaving. Onze voorouders, weet je wel, droegen wijsheden of verbindingen met energieën die wij ook verloren zijn. Dus we moeten ook weer diep in onszelf. Wat is epigenetisch eigenlijk onze code? Want ik had het idee dat ik voor een piramide stond of voor wat dan ook. En ja, het werd gemeten dat er energieën waren. En ja, ik voelde ook al wat. Maar misschien was het ook wel gewoon het spannende gevoel. Weet je? Dus ik kon het echt niet thuisbrengen van, wat moet ik hiermee? Weet je? Hetzelfde als een stopcontact zien en weten, daar zit energie in. Maar ik heb die stekker niet. Dus je hebt daar niets aan. En misschien zijn wij wel de stekker die juist die verbinding heeft naar die energieën waar we het over hebben. Was dat hetgeen waarmee deel 2 is ontstaan? Vanuit dit gevoel dat je dacht van Ja, ik snap het eigenlijk nog niet. En weet je wat ik belangrijk vind? Als je echt concreet wilt snappen, wat is dat dan, die energieën in piramides, dan kun je heel makkelijk gaan zweven eigenlijk, weet je wel? En dan ga je dingen roepen, oh, frequenties helen alles. En, weet je, en dan ontstaan er goeroes. En we zitten al best wel in een tijd waar mensen verwachtheid kennen. Hè? Waar moet ik nou in geloven? Dus mensen zijn ook op zoek naar goeroes. Omdat ze op zoek zijn naar antwoorden? Of houvast. Mm-hmm. Een geloof, weet je wel. Ze willen ergens in geloven, want dat brengt rust natuurlijk. Omdat weet je, ook zeg maar het oude afbrokkelt. Dus ja, absoluut. Absoluut. Dus al dat soort geloofssystemen en waar we altijd in hebben geloofd, dat brokkelt zeg maar in onszelf af. Dus dat is natuurlijk een hele spannende fase dat je ineens moet ontdekken. Oké, maar hoe zit het dan? Ja, en dan gaan we inderdaad misschien zoeken naar. En dan heb je een bepaalde verwachtheid, maar je hebt ook diep van binnen heb je ook een slachtoffersgevoel. Want je hebt het idee van we zijn ons hele leven bedrogen. Weet je? En dan kom je in een nogal een ontzielde persoonlijkheid. Dat je slachtoffer bent en je bijna jezelf als een getraumatiseerd persoon ziet. En je gaat hulp zoeken en dan ontstaan daar goeroes op die inderdaad vage termen roepen van, oh, frequenties, het heelt alle, kom maar bij mij, ik zal je helen met, weet je wel. En dan staan daar de Jezus Christussen op, weet je wel. Ja. En natuurlijk, ik zeg niet dat je mag best wel zweven van mij, zoveel mogelijk zelfs, dat is meer dromen. Maar we moeten wel opletten, als je echt concreet jezelf vooruit wilt helpen, dan weet je wel, moet je proberen dingen te snappen. En ik snapte dat niet en ik voelde daar zo'n beetje van, weet je, misschien wat meer handvaten geven, wat dit nou precies is. Ja, en wil je ook vooral dan het heel tastbaar maken dan in je document? Ja. Dat vind ik heel goed gelukt. Ja, precies. Dat heel breed toegankelijk is, heel erg
tastbaar, ook met wetenschappers, et cetera, neurologen, zit je, ga je in gesprekken. Was dat ook heel erg je drive? Om het... Ja, om het zweverige, zeg maar, te onderbouwen. Ja. En eigenlijk ook om te laten zien, het is pure biologie. Het is wetenschap. Het is geen spiritualiteit, nee. Weet je wel? En spiritualiteit vind ik ook altijd zo'n gezegde. Kijk, op het moment dat de wetenschap het niet snapt, dan wordt het spiritueel genoemd. En dat is natuurlijk gemakkelijk, maar het is wel een heel vaag begrip eigenlijk. Wat is dat dan, weet je wel? Ik vind vooral heel mooi aan deze tijd dat, zeg maar, juist spiritualiteit, wat we altijd zweverig hebben genoemd, als in frequenties. Heel concreet. Dat het nu heel concreet wordt, ja. Met kwantumfysica. En zeker ook in jouw documentaire laat je dat natuurlijk fantastisch zien. Dat het gewoon de real deal is. We zijn frequenties. Ja, en we zijn niets meer als een biologisch systeem wat uit zichzelf eigenlijk al werkt. Weet je wel? En wij zijn natuurlijk vanuit onze ratio hebben we dat willen perfectioneren, maar het was al perfect. Dus dat is de hele comedy van het verhaal. We zijn op zoek naar iets wat er al lang was. We zijn op zoek naar antwoorden die we al lang hadden. Maar we zijn het verleerd. We zijn op zoek naar onze leesbril met de leesbril op ons hoofd. Weet je wel? En dat is toch pure comedy eigenlijk. Ja. En wat heeft ons dan... Intelligentie heeft ons weggedreven van... He, onze code eigenlijk. En ik vind dat pure comedy eigenlijk. Hè? Hoe kan het dan dat wij zo weggedreven zijn volgens jou? Wat is dat in je onderzoek? Is dat dan toch dat jij dat daar ook iets in veranderd is? In een systeem, in een groep mensen, weet ik veel, die ons helemaal in het hoofd heeft geduwd, zeg maar? Nou, ik denk dat er wel een hele grote groep mensen, en dat zijn, weet je, hoe ik het net al had, de goeroes van deze tijd, waren 100 jaar geleden ook. Bepaalde goeroes die mensen toch meegenomen hebben in een bepaalde situatie. Waarin mensen misschien wat minder weerbaarder waren. Waarin medische systemen zijn veranderd. Van ja, we moeten niet meer geloven in die charlatanen, homeopathie, natuurgenezers, weet je wel. We moeten concreet, efficiënt en goedkoop. Weet je wel, en we doen het voor jullie. Weet je wel, en daar gaan mensen gewoon heel gemakkelijk mee. En daardoor worden systemen natuurlijk feitelijk corrupt, hè. Omdat het wegstapt van het biologisch meanderen, zeg maar. En ja, dan krijg je zo'n clubjes als Rockefellers, Rothschilds, Vanguards, weet je wel. En je kunt er zelf nog in geloven. Het gebeurt niet vanuit het oogpunt van laten we de mensheid manipuleren. Maar meer laten we de mensen managen. Of weet je wel, laten we alles in een goede baan. En daar zijn leugens bij gebaat dan. Mm-hmm. Maar als je het ook, want in jouw documentaire komt op een gegeven moment ook naar voren. Dan ben je bij een Italiaanse man. En daar staat een apparaat. Misschien kun je het beter zelf vertellen. Want in de jaren 1900 was er al een man. Die had een soort frequentieapparaat, hoor. Want die docu gaat ook heel erg over frequenties en over heling. En dat we daar veel meer mee kunnen. Ja. Want dat is ineens wel verdwenen. Want in 1900 was er al zo'n apparaat, toch? Ja. Het is eigenlijk gewoon een wetenschappelijk feit dat elk orgaan een frequentiepalet heeft. Hè, of het hele lichaam heeft een frequentiepalet. Maar de lever heeft een bepaald frequentiepalet. En dat... Ja, dat hangt vast aan zoveel dingen. De zonnestand, de maanstand. Ik bedoel, de frequentie op aarde, de Schumann-resonantie, weet je wel. En daarop resoneert, zeg maar, de lever bijvoorbeeld. En die zit telkens in een trilling. En alles is hier trilling natuurlijk. Maar de lever heeft dan een hele specifieke trilling. En de lever is eigenlijk ook 99% moleculair gezien water. Moleculair gezien water, hè? 70% massa dan. Dus dat water zorgt ook voor die trilling. Die zorgt ervoor dat die trilling over kan worden gegeven aan de lever, zeg maar. En op het moment dat iemand ziek wordt bijvoorbeeld, dan is het eigenlijk op atoomniveau dat de lever een verkeerde trilling krijgt. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is het begin van de disbalans in een biologisch systeem. En daarop... op een disbalans kan altijd iets groeien wat eigenlijk niet hoort. Dus dan groeit het systeem scheef en daar kunnen ziektes op ontstaan. Dat is eigenlijk het begin van de ziekte eigenlijk, op atoomniveau. Hè. En Lakovsky was een Russische, geboren in Rusland, woonde lange tijd in Frankrijk, dus was Russisch-Frans. Die had ook een samenwerking met Tesla... En met Wilhelm Reich, dat zijn allemaal mensen die met die dingen... Hij werkt echt met, oké, ja. Met die mensen bezig waren, met die technieken ook.
En die had dat eigenlijk al heel snel in de gaten. Ik moet op atoomniveau een biologisch systeem weer een herinnering geven aan de oerfrequentie wat het hoort te zijn. En dat is genoeg. Alleen maar de herinnering aan die trilling is genoeg om een systeem weer in balans te krijgen. Ja, op gang te krijgen. En die heeft dus uitgerekend wat is het frequentiepalet van je hele lichaam, hè? Dus alle organen bij elkaar, wat is het frequentiebereik? En daar heeft hij koperen spoelen gemaakt, waardoor die frequenties eigenlijk worden overgedragen van spoel naar spoel. En de patiënt gaat daartussen zitten. Dus de trillingen en de frequenties komen door je lichaam heen. En je lichaam krijgt feitelijk weer een herinnering aan het lichaam wat het eigenlijk moet zijn. Of het frequentiebereik waar het moet zitten. En dat was begin 1900 een hele succesvolle behandeling, therapie. Er werden echt mensen doorgeholpen. Mensen met grote ziektes ook, ja. Met ernstige ziektes, tumoren. Het is altijd heel moeilijk om te zeggen van, dat was het medicijn. Dat is een beetje het werkte. Precies, er waren opmerkelijke resultaten. Mm-hmm. In positieve zin. En er zijn, en vooral in Frankrijk, omdat hij ook in Frankrijk woonde, we hadden heel veel ziekenhuizen die daar gewoon standaard mee werkten, met die oscillators, multiwave oscillators noemen ze het. En eigenlijk ontdekte je dat in 1920 of zo, 1930, is er langzaam een soort van verbanning gekomen op zijn werk. En de reden is niet heel erg bekend waarom die in één keer weg moesten. Maar een van de argumenten is dat in 1910 was er een antropoloog, Abraham Flexner. En Abraham Flexner was antropoloog en die wou eigenlijk het medische systeem van Amerika beschrijven, maar ook efficiënter maken. Omdat hij wist, hij zag dat er dingen niet efficiënt waren in het hele systeem. En, maar ja, een antropoloog heeft geen geld. Zijn broer Simon Flexner werkte bij de medische afdeling van de Rockefellers. Dus die financiering was al snel geregeld. Maar David Rockefeller zei van, nou, fijn dat je dat doet. En ik denk ook wel goed, omdat de mensheid daarmee geholpen is, dat systemen wat efficiënter worden en wat meer concreter. Ik wil wel, als ik hier triljarden in steek, dat ik het ook terugverdien. Want dat was Rockefeller, was een zakenman. En zo heeft Abraham Flexner eigenlijk met een bepaald belang in het achterhoofd het medische handboek geschreven. Hoe de universiteiten en opleidingen om moeten gaan met de medische wereld om het efficiënt te maken. En toen, Rockefeller was helemaal niet zo gecharmeerd van natuurgeneeswijze. Omdat? Omdat het gewoon geen geld oplevert. En het is ook niet efficiënt. En het is ook, weet je, die magie waar we het over hadden. Weet je wel, dat energieveld wat niet te vangen is van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Dus dat biologisch systeem kon hij eigenlijk ook niks mee. En hij dacht van, als ik dat nou eens meer ga reguleren van bovenaf, dan heb ik er wat meer zicht op. Want je weet, een paracetamol zorgt dat je geen hoofdpijn meer hebt. En dat werkt. Dat is gewoon, weet je wel, 100%. Maar wat natuurlijk ook heel veel ingrediënten, et cetera, allemaal rechtstreeks uit de natuur komen. Precies, maar het is het einde van de ziekte natuurlijk, de hoofdpijn. Hè? En het begint natuurlijk op trillingsniveau, op atoomniveau. Maar dat is heel erg lastig om, weet je wel, want dan zou je elke patiënt zou je heel holistisch, individueel moeten bekijken, onderzoeken en behandelen. En uiteindelijk moet je hem zeggen, hier, eet 3 dagen een brandnetel en je bent beter. Weet je, zo bij wijze van. Dus je verdient er helemaal niks aan. Nee. Dus het idee is natuurlijk wel, het idee is niet per definitie corrupt. Weet je, het gaat nog wel van, oké, er zijn heel veel mensen en die moeten we allemaal dienen. Hoe doen we dat zo goed en zo snel mogelijk? Daar kom je altijd met symptoombestrijding uit. En uiteindelijk, want ik geloof niet dat die manier in het begin een corrupte manier van een systeem opzetten is, maar meer echt met het idee efficiënt. De antropoloog en de financier, weet je wel, die proberen iets efficiënts neer te zetten. Dus een samenwerking van beide. Maar het zijn hetzelfde als intelligentie en wijsheid, het zijn antoniemen van elkaar. Weet je wel? Dus
uiteindelijk corrupeert het natuurlijk. Mm-hmm. En gaat de winst, neemt het over van wat willen we nou eigenlijk? En dan uiteindelijk, weet je, ben je decennia's verder. En dan is het systeem eigenlijk zo corrupt dat het heel moeilijk is, ook al zou je graag willen als een Rockefeller. Je kunt niet zomaar die dingen weer helemaal omgooien. Want er zitten onderhand zoveel belangen en interesses aan. Farmaceuten, maar Rockefeller zelf moet ook leven. Hè, de antropologen ook en de doktoren ook en de universiteit ook. Poor, dat, weet je wel. En ik vergelijk dat wel eens met een goede relatie. Weet je, wel. Je bent getrouwd 10 jaar en dan komen er eigenlijk langzaam achter van, het past niet meer zo. Maar ja, we hebben 3 kinderen, weet je wel. We hebben hier een hypotheek, we hebben 2 auto's. Het leven is wat dat betreft eigenlijk wel goed. Alleen de kern klopt niet. Is, weet je wel, ik kan niet meer naast haar liggen. Weet je wel? Maar de belangen zijn zo groot en de stekker eruit trekken, dan ga je door de stront, dat weet je, en je probeert het te vermijden. Weet je wel? Maar dan zit je eigenlijk al in een hele corrupt systeem. Ben je dan bewust corrupt? Nee, je bent bang, hè, om de dingen om te gooien, omdat je weet dat het moet. Maar nu leven wij toch wel, Marijn, in een wereld. En want dan gaan we ook misschien even de brug maken. Want in je documentaire heb je het ook over frequenties, et cetera. Dat we toch wel in een wereld leven die ons bewuste gewoon ziek houdt en in een lager bewustzijn houdt. Feitelijk wel, ja. Ja, feitelijk wel. En dat. Aan de andere kant is het ook wel zo dat bewustzijn ook wel steeds, weet je wel, het fluctueert ook. Weet je wel? We komen in een tijd waar we minder bewust waren en nu zie je gewoon. Mm-hmm. En dat zijn ook gewoon chemische processen natuurlijk in de mens, dat het bewustzijn toch wel steeds aan het toenemen verruimder wordt. En maar laat ik het zo zeggen, zou het, hè, want je hebt het ook heel erg in je documentaire over frequenties, maar ook over alle stralingen die natuurlijk allemaal om ons heen is. En dat staat ook, komt ook heel erg voor in de documentaire, de niet-natuurlijke frequenties eigen maken die ons ziek. Ja. Toch? Maar zou het ook zo kunnen zijn dat we eigenlijk al heel erg een heel ruim bewustzijn hebben, maar door dat soort systeem dat continu gewoon laag is gehouden. Ja, dat is ook bewezen natuurlijk. Dat is dat op celniveau gebeurt er ongelooflijk veel. Als je het hebt over een gebalanceerd systeem, wat bijvoorbeeld een bepaalde frequentie moet hebben die het gewoon uit de vrije ether haalt. En er komen in één keer synthetische frequenties tussendoor. Ja, een kind van 4 kan zeggen dat, ja, weet je wat, dat moet je niet. Dat moet je niet willen. En dat is hetzelfde als dat je een weegschaal hebt die in balans is en je legt daar gewoon een gewicht bij. Ja, dan gaat die weegschaal niet meer in balans zijn. En dus een kind van 4 kan het eigenlijk al optellen dat dat niet gezond is. Maar wij snappen dat misschien nu, Marijn. Maar het gros van de mensheid heeft het helemaal niet door. Nee, sterker nog, we denken dat het ons vooruit helpt. Hè? En wat in zekere zin natuurlijk ook is. Hè? Je hebt mobiele telefoons. Er is niks fijners als met de navigatie hier naar Friesland te rijden naar een of andere school midden in een dorp tussen de weien. Anders had je hier niet geweest. Anders had het gewoon een half uur langer geduurd. Dan had ik de kaart open moeten vouwen, mensen moeten vragen. Maar de vraag is, wat zou leuker zijn achteraf, weet je wel? Achteraf zou het leuker zijn dat je toch die kaart opslaat en denkt van, waar ligt Friesland eigenlijk? Godsamme, daar. Oh, ik dacht dat ligt bij Parijs, maar dat is, weet je wel, hier. En dan denk je van, goh, hoe moet ik die kaart zien? En dan kun je iemand aanspreken van, zeg, ik heb hier de kaart van Friesland. Waar moet ik ergens zijn? Weet je, en je hebt een gesprek met mensen. Verbinding. En daar bouw je een samenleving op. Hmm. Niet met die mobiele telefoon. Weet je, dus we zijn het gemak ook eigenlijk zo van het gemak gaan houden dat we alle nadelige vormen eigenlijk ook, en dat is ook een soort van cognitieve dissonantie wat je dan krijgt. Hè? Dan willen we het ook niet weten. Mm-hmm. Want wat willen we? Weer terug de grotten in? Maar is het ook dat we het niet willen weten of dat we ook gewoon niet over eerlijk geïnformeerd worden? Nee, dat is ook zo. Je wordt er zeker niet over geïnformeerd. En daar komt corruptie natuurlijk. Hè? En die corruptie ontstaat op het moment dat systemen al zoveel belang en interesse hebben. Dat men ook weet van, als we hier de stekker uittrekken, man, dan valt het hele systeem wat we zeg maar in 20 jaar hebben opgebouwd, valt weer
naar onder. En daar zijn de consequenties misschien nog groter. En daar komt dat Flexner-rapport, wat dus is verschenen in 1910... naar voren, sinds de uitrol van de radio, hè, de normale gewoon radio met antenne, dat waren radiogolven. Hè. En ze merkten na de uitrol van de radio dat mensen duizelig werden, reukverlies, eigenlijk griepverschijnselen, zo kun je ze omschrijven. En ja, toen dachten ze van, wacht eens even, wij willen de radio verkopen, maar we hebben medisch vastgesteld dat daar een ziekte uitkomt. En ze noemden dat destijds radio wave sickness. Acute stralingsziekte. Ja, maar dat werd ook echt zo benoemd, toch? Het werd echt zo benoemd, ja. Radio wave sickness. Dat was een officiële term in de medische boeken. Ja. Tot aan 1910. Dat Flexner dat heeft omschreven. Niet zozeer als het komt van radiogolven, maar meer dat de ziektekiemen rondspringen. En daardoor ontstaat die symptomen die eigenlijk radio wave sickness, want het is exact hetzelfde symptoom, alleen de ziekte hebben ze anders genoemd. En de oorzaak hebben ze ook anders genoemd, omdat ze wisten, anders verkopen we toch geen radio's meer. Dus weet je wel, daar komen die interesses bij elkaar. En er zijn nu nog wel landen die radio wave sickness ook echt benoemen. Dat is Rusland en een paar Aziatische landen. Okay. Dus dat is wel heel interessant eigenlijk. En op die ziektes, zeg maar, hè, dus die symptomen van radiogolven door je lichaam, waar je zeg maar duizelig van wordt, reukverlies hebt, oorsuizen voor krijgt, dat zijn we eigenlijk compleet uit het oog verloren, terwijl er steeds meer radiogolven eigenlijk bij zijn gekomen. Ja. Hè, want een radiogolf is ook een frequentie. Maar als je nu kijkt naar 5G en dat soort dingen dan? Nou, je ziet wel dat telkens met nieuwe uitrollen van grote systemen, dus elektronische systemen, zoals de uitrol van de elektrische auto, de uitrol van 5G, van 4G was het ook, dat waren allemaal pieken, hè, dat we allemaal griepverschijnselen kregen. En de ene keer hebben we het griep genoemd, de andere keer corona. Maar er is wel degelijk een correlatie met uitrol van elektriciteit en bepaalde symptomen die telkens weer terugkomen, die vroeger eigenlijk werden gediagnosteerd als radio wave sickness, dus acute stralingsziekte. En dat vind ik wel zorgwekkend, dat we dat niet bespreken en dat dat eigenlijk mediaal, zeg maar, een cognitieve dissonantie. Sterker nog maar, als je dat zegt, word je voor gek verklaard. Oh, 5G, ja. Oh, ben jij zo'n 5G, weet je, die hoor je dan maar ook. Maar als je bedenkt dat een telefoon, hè, die op 5G of 4G of zelfs nog met een inbelverbinding, dat maakt allemaal niet uit, of het feit dat het draadloos is, een telefoon zoekt 900 keer per minuut een verbinding naar boven. Waar ben ik? Hier ben ik. Waar ben ik? Hier ben ik. Dus het is eigenlijk 1800 keer per minuut, hè, heen en terug. Dus 1800 keer per minuut gaat er een straling, een frequentie door je lichaam waarschijnlijk, omdat je het of hier hebt of hier hebt of in je broekzak. Ja. 1800 keer per minuut gaat er iets door je heen wat er eigenlijk niet door je heen moet gaan. En als je bedenkt, ik heb een film gemaakt, hè, hoe groot is die? 15 gigabyte. 15 gigabyte, weet je? Ja. Daar hadden ze vroeger zo'n filmrol voor nodig. Zo'n filmrol aan informatie gaat dwars door je lichaam heen. Maar dan in de vorm van onzichtbare frequenties. Ja, en niet natuurlijke frequenties. En niet natuurlijke frequenties ook nog eens. Hè. Dus het lichaam krijgt een disbalans, altijd. Al met één keer door je lichaam gaan. Dat zal niet zo'n ding. En dan moet je je voorstellen. Kijk, ik ben van overtuigd, als je je telefoon handsfree hebt, weet je wel, en je belt 3 keer per dag en je kijkt 2 keer per dag je berichten, en is er niet zo heel veel. Dat kan een biologisch systeem best wel aan. Maar als je het merendeel van de dag je telefoon bijvoorbeeld in je binnenzak hebt, en 1800 keer per minuut krijg je eigenlijk gewoon continu andere straling. Ik denk door dat het nog erger is als een chemobehandeling. Want telkens komt er een straling door je heen. En dat doet wat met jouw biologische, natuurlijke straling die je eigenlijk nodig hebt. Dus dan is het ook niet. En kijk, en het feit dat het is dan heel moeilijk te zeggen, er is geen correlatie met hartstoornissen en mobiele telefoons.
Nu was er een onderzoek bij de WHO ging ze onderzoek naar doen, dat toch? Hersentumoren geen verband hebben met mobiel bellen. En dat klopt. Ja. Dat heeft totaal geen verband. Omdat er nog een ander systeem tussen zit. Er zitten heel veel dingen tussen. Ja. Maar uiteindelijk zorgt die telefoon voor disbalans op atoomniveau. Die atoom die groeit scheef en dan is het even afhankelijk van in wat voor lichaam het zit, hoe ziek dat lichaam al was. Maar uiteindelijk kan daar indirect een hersentumor naar groeien of weet je, een ander ding. Maar dat de telefoon het biologisch systeem in disbalans brengt, dat is 100% correlatie. Dat kan niemand ontkennen. Maar dat hersentumoren ontstaan door bellen, dat is een indirecte formulering. Ja, omdat er nog een stuk tussen zit. Want dat kun je, die correlatie kun je nooit, kun je nooit vinden. Dus het zijn onderzoeken die niet liegen. Nee, maar wel op een bepaalde manier zo gebracht worden dat je nooit met elkaar kan verbinden. Ja, precies. Ja. Dus iedereen is gewoon, weet je wel, ga maar gewoon door en niks aan de hand. Wordt er wel naar gekeken naar dat een telefoon zeg maar een disbalans kan creëren in ons eigen systeem? Wordt daar naar gekeken? Los van de tumor wat daarna weer een vervolg is? Of dat soort onderzoeken zijn er? Worden... Die zijn er wel, jawel. Okay. Die zijn er genoeg, ja. Maar ze worden allemaal... Er is een onderzoek, het zit ook in de film, een onderzoek dat... kijk, we hebben in onze hersenen heb je de pineal gland, de pijnappelklier. Ja. Fascinerend. En daaromheen zit de hippocampus. En de hippocampus is eigenlijk jouw bibliothecaris. En verzamelt eigenlijk jouw ervaringen die je hele leven eigenlijk hebt meegemaakt. En wij mensen zijn eigenlijk continu bezig met toekomst voorspellen. Op basis van die ervaring die ik heb, weet je wel? Dat is de reden waarom ik hier zit. En wat wetenschappelijk is aangetoond, is dat in de mens de hippocampus steeds kleiner wordt. En de hippocampus moet eigenlijk steeds groeien in je leven. Het kan je hele leven blijven groeien, omdat het elke avond een nieuwe cellen moet aanmaken die uiteindelijk zaken gaan onthouden. Weet je, dus het is eigenlijk een nieuwe bladzijde die je elke avond creëert. En dan de 's morgens heb jij een lege bladzijde en dan schrijft de hippocampus de hele dag op, zodat je dat kunt herinneren. En als je een zwakke weerstand hebt, dat betekent dat die cellen niet meer worden aangemaakt. Dus dan is je nieuwsgierigheid weg, je weerstand weg, je denkvermogen is weg. Dus die cellen worden niet meer aangemaakt, dus die blanke pagina wordt niet meer aangemaakt. En nu zijn er onderzoeken van hoe werkt dat dan eigenlijk? En het werkt als volgt dat de hippocampus, als die geen nieuwe pagina's aanmaakt 's nachts, dus dat als mensen al in een zwakke weerstand zitten, worden er geen nieuwe pagina's meer aangemaakt. Maar het moet wel dingen gaan onthouden. En dat is een conflict, want eigenlijk de bibliotheek staat te vol. Hij kan niet meer groeien en dan gaat de hippocampus oude pagina's gebruiken en gaat die herschrijven. Een soort kopieermachine. Ja, maar verwijdert wel de inhoud die er zeg maar in jouw ervaring was. Hmm. Dus uiteindelijk wordt jouw ervaring die je hebt van vroeger, wordt gewist. Daar heb je geen herinneringen meer aan. En dat zijn mensen met een zwakke weerstand. Hè. Depressie is ook wel... En nu is gebleken dat 2018-19 de depressie, hoe zeg je dat, rate, hoeveelheid nog nooit zo hoog was als ooit tevoren. Dat was 2018-2019. En het onderzoek is gebaseerd op van hoe mensen een trauma krijgen. En dat trauma is, als mensen dus die zwakke weerstand hebben, geen nieuwe pagina's meer aanmaken, waardoor ze informatie gaan overschrijven. Als je die mensen in angst brengt, dan kun je een trauma op die overschreven pagina zetten, waar mensen nog meer in een zwakkere weerstand komen, waardoor ze heel erg makkelijk meegaan met Het verhaal. Ja, met het narratief.
En dat is een officieel onderzoek, dus dat is een heel gedegen onderzoek, hoor. Wow. En dat is gefinancierd door Bill Gates en Melinda Gates Foundation en het ministerie van Defensie. En dan zou je zeggen van, wauw, wat goed dat die mensen dat onderzoeken voor ons, weet je wel. Precies. Maar, en als je dan met je instinct gaat voelen van, wacht eens even, maar wat heeft Bill Gates met onze hippocampus te maken? Wat heeft het ministerie van Defensie met onze hippocampus te maken? En dan heb ik het over de Amerikaanse ministerie, ja, of Defensie. Ja, ja. En was Bill Gates, en als Bill Gates zo bezorgd is met trauma's en onze angsten, was dat niet die man die ons juist in angst bracht tijdens de corona? Weet je? En die ons eerst in angst en daarna met een oplossing en kwam. En waarom moet hij dat onderzoeken? Weet je, dus het wordt gepresenteerd alsof hij het onderzoekt uit, ja, weet je, medische belangen, ja, want we willen de mens redden, ja, en bladibla. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Wow. Die man is juist de aanzetter tot trauma's wereldwijd. En dus het was eigenlijk een onderzoek. Nou, ja, mijn conclusie. Mensenverstand zegt wel, ja, weet je wel, waarom worden daar geen vragen gesteld over, weet je wel? Maar waarom mag je als burger nog niet een kleine verspreking doen, of je wordt al in verbinding gebracht met de Tweede Wereldoorlog, zoiets, weet je, ja, wel? Je bent meteen, ja, een racist. Ja. Denk van, waarom zijn we zo gefocust op dat stukje en zo'n ongelooflijk grote disbalans in corruptie? Oh. Ja, maar dat is een complot. Weet je, ik denk dat Bill Gates niks te maken heeft met onze hippocampus, vind ik. Weet je wel? En als hij zo nobel is, dan maak het dan bekend. Ja, maak het groot bekend. Wat wij als mensheid daarmee kunnen om ons verder te laten groeien. Maar dat wordt niet, want het blijft steken in paywall achter betaalmuren. En dat zit vaak in wetenschappelijke platformen, ja, zeg maar, waar precies je dus een account moet hebben. Ja. Dus je komt eigenlijk al bijna niet aan het onderzoek. En de meeste mensen die een account hebben zijn officiële wetenschappers die heel graag bij het systeem willen blijven, subsidie krijgen van het ministerie. Precies, van, precies, het gaat allemaal om geld. En dan zit je in die fuik, in dat geïnstitutionaliseerde domheid waar je me in blijft, omdat je weet, als ik dit ga aankaarten, weet je wel, dan ligt eruit. Precies, en dat die problemen zijn dan groter voor mij persoonlijk dan. Maar Marijn, dan kun je toch de conclusie maak ik even voor mezelf, met ook alles wat ik dan nog meer in je docu heb gezien en ook dit verhaal met het onderzoek. Dan is dat toch gewoon, worden dat soort onderzoeken gewoon gemaakt tegen ons in plaats van voor ons. Ik maak hem even gewoon, hoor. Ik maak even de conclusie. Luisteraars en kijkers die nu denken van, ja, oké, dus dat soort onderzoeken worden dus gedaan gewoon om te kijken hoe kunnen we dan, hoe werkt dat menselijke brein bij wijze van spreken? Ja. Hoe kunnen we het zo sturen in ja, ons voordeel? Want het gaat nog verder. Ze hebben vastgesteld dat een trauma veroorzaken, dat hoeft nog niet eens is. Alleen de angst voor het trauma is al genoeg om de hippocampus te laten kleiner te laten worden. En dat is keer op keer wat er gebeurt. En dat zie je ook in alle narratieven. Met media. Klimaatverandering, weet je wel. We zullen verbranden, verschroeien, verzuipen, wat dan ook. Het onzichtbare vijand. De onzichtbare vijand. En wij zijn doodsbang. We laten ons leiden ook door angst. En dan kom je dus in een bizarre situatie dat inderdaad intelligentie, want je bent heel intelligent als je meegaat in het narratief, hè, dan gaat vreed de intelligentie altijd de wijsheid op. Want de wijsheid zegt, het instinct zegt van, het voelt niet goed, maar ja, weet je. En ik kan een heel makkelijk voorbeeld pakken. Dat is misschien een beetje absurd wat ik nu vertel, maar dat is misschien ook alweer hoe mijn brein nou werkt. Je loopt midden in een stad op straat en je krijgt in één keer een erectie. Weet je wel? Dat is een instinct en je moet er eigenlijk wat mee doen. Maar je ratio zegt van, hier niet de beste plek, weet je wel? Nee, ja. Dat is een heel extreem voorbeeld. Maar je kunt dat ook wat, ik kom even niet, sorry dat dit brein mij zo stuurt. Maar jouw beeld, ja. Het is wel heel duidelijk, ja, weet je wat ik zeg? Ja. Dus je ratio zegt van, niet doen. Doe het niet hier, want ik ken namelijk alle belangen waardoor jij in de problemen komt, omdat we hebben afgesproken dat hier gewoon niet de plek is om daar iets mee te doen. En in dit geval is dat misschien oké, dat je even luistert naar je ratio, weet je wel? Ja.
Maar je kunt het op hele andere thema's zetten, hè? Waardoor zeg maar de ratio, zeg maar het instinct gaat onderdrukken, waardoor je natuurlijk de wijsheid, nee, de intelligentie vreet dan de wijsheid op. En op een gegeven moment onderdruk je het zo erg dat het gewoon normaal is. Dus angst is een angst wordt als wapen ingezet om onze wijsheid op te vreten. Ja, en ook om die oercode die we eigenlijk hebben, om die compleet te negeren. Ja. En zo wordt ook zekerheid wordt verward met vrijheid. Terwijl dat ook weer antoniemen zijn, weet je wel? Ja. En zo zijn we het hele narratief, het hele oerprincipe eigenlijk volledig om aan het draaien. Dus ons hele systeem, Marijn, is gebaseerd vanaf onze geboorte, bij wijze van spreken al, gebaseerd op angst om ons weg te houden bij onze wijsheid, wat we eigenlijk zijn. Bij onze instincten. Dus scholen, als je dat niet doet, dan dat. He, ja. Met consequenties, met media, met alle dingen. Anders is een hypotheek, als ik dat niet doe, want dan dat. Dus het is allemaal op en angst. Het gaat steeds verder. En als je de optelsom optelt en je ziet de uitkomst, en je moet het maar eens voor jezelf doen. Wat doe je hier in huis? En tel het maar eens op en tel er maar eens 20 jaar bij. Hoe evolueert zich dat? Tel maar eens, wat had je vorig jaar, wat had je nu? Nou, dan kun je de optelsom maken. Wat heb je over 20 jaar? En het systeem, als je dat optelt, dan kom je dat dadelijk in een systeem. Want we zitten vast met belasting, verzekering, overheid, weet je wel, en je eigen wil. Dat je naar de wc gaat en dat we verplicht een monitor op onze toilet moeten hebben. En dan ben je even lekker aan het poepen, zeg maar. En jouw poep wordt gemeten met een sensor. Die uitslag gaat naar het monitortje. En daar komt op, de kans op kanker binnen nu en 10 jaar is 50%. En dan krijg je een rood lichtje, een groen lichtje of een oranje lichtje. U wordt aangeraden naar de huisarts te gaan. En de huisarts krijgt dat signaaltje ook. Oh, ik verwacht meneer Poels, want die is naar de wc gegaan en er is dit en dat gemeten. En dan zegt de huisarts vanuit het systeem, medische systeem van boven naar onder, niet van onder naar boven, jij moet deze pillen nemen. En als jij niet komt, dan wordt het monitortje op jouw wc, weet je wel, net als je de riem niet aandoet bij de auto. Ding, 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 ding. Ja, dan moet je zo poepen. En bij de tweede keer poepen gaat het ding, 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 ding. Totdat je denkt van oké, ik bel die huisarts wel op. Dan stijg ik straks op. Weet je wel? Ja. En bij de derde keer negeren, wordt de verzekering afgesloten. Ja, ja, ja. En niet alleen de verzekering, maar je kunt dan ook niet meer je kinderen naar school laten gaan, want dat hangt ook aan de verzekering. Dus dan laten we ons helemaal vangen in dat systeem van totale. Kijk, en dan zijn er nog altijd mensen die zeggen, die dan op de wc zitten, nou, ik ben benieuwd, joh, of ik gezond ben. Weet je wel, dat is toch fijn, weet je. Die mensen zul je altijd blijven houden. Ja, maar dat zijn wel mensen angst. Die best wel veel weg zijn. En als je, wat je zei, vanaf de geboorte af aan zijn er eigenlijk al dingen, en het hoeft nog niet eens bewust te gebeuren, hè? Dat gebeurt vaak onbewust. Zijn de principes al volledig weg die we, als je ze nu vertelt, dan denk je van, werkelijk? Ja. En zo zit in de film ook, dan gaan we heel even naar traumaverwerking. Dat een trauma ook op een samenleving gezet kan worden, zoals 9-11, corona. Zeker, zeker. Klimaat, weet je, we zijn best wel getraumat. Ik vind trauma overigens een lastig woord, omdat we allemaal tegenwoordig. Noem het, of vind je het mind control of zo? Nou ja, een trauma is meer. Kijk, als ik heel puur naar trauma kijk, vind ik. Weet je, een gescheurde nier, dat is een trauma. Hmm. Medisch gezien is dat een trauma. Hmm. Maar wij zijn ook geestelijk een trauma. Dat is tegenwoordig een beetje zo'n moderne term, weet je wel. Hij heeft een rugzakje of een trauma. Ik zou meer willen zeggen, het is een ervaring die jij hebt geïnterpreteerd met een bepaalde angst. Mm-hmm. Dus dat moet je aanpakken. Dit trauma hoef je niet aan te pakken. Dat is gebeurd, weet je wel. Mm-hmm. Maar de ervaring daarop, weet je wel. Dat is, dus hoe ga je, en hoe sta je in het leven? En hoe het systeem daarop reageert. Ja, precies. Maar goed, ik ben wel op die trauma's terechtgekomen in de film. Op de een of andere manier. En uiteindelijk kom ik dan bij een man. Wat de uitvinder is van TRE, noemen ze het. Trauma release. Maar ik heb het gisteren nog gedaan. Echt waar? Ja. Dat is te gek of niet? Ongelooflijk. Ja, ik vind dat echt sinds ik dat ben gaan doen bij mijn vriend Hans Klooster, maar ik noem hem gewoon bij zijn naam, want hij werkte in mij. Hij was echt meteen dat hij tegen mij zei van Tim, dit is
ook heel toepasselijk. En laat ik het zo maar zeggen, aards. Je kan kunt, meteen iedereen daarmee kan het doen. Maar ga door. Dus ik vind het fascinerend. Het mooie aan deze manier van stressverwerking is het. Of traumaverwerking. Spanningverwerking. Exact. Dat je niet over de spanning praat. Je praat niet over het trauma. En je laat het lichaam gewoon... Ja, precies. Ja. Je stuurt het hoofd niet aan, maar je stuurt het lichaam aan. Ja. Waardoor je... Want dat probleem heb ik namelijk een beetje met trauma. Op het moment dat je erover gaat praten, dan wordt het een trauma. Mm-hmm, en kan het je ook aangepraat worden. Weet je, mm-hmm. je moet sterk in je schoenen staan, wil je over dingen kunnen praten om het ook echt op te lossen. En je gaat meteen je gaat voorbij het ratio. En je gaat meteen op celniveau werken. En dat is instinct. En dat is waar de ervaring wordt opgeslagen, zeg maar. En als je kijkt naar hoe wij daar eigenlijk mee zijn omgegaan, is... Het is zielig als iemand trilt, weet je wel. Dan is hij bang en dan moet ik hem troosten. Terwijl... Ik vond een heel mooi voorbeeld in die schuilkelder, in die dook. Gaan we niet veel vertellen, ja, precies. Maar een mooi voorbeeld is ook een hond. Als het onweert, dan gaat dat beest trillen. En het liefste wat we doen, oh, kom maar hier, hè, weet je wel. En terwijl dat trillen, juist, dan is hij de angst al voorbij. En hij is het eruit gegaan. En als je, toen je net zei van, we worden al vanaf onze geboorte, worden er eigenlijk al instincten weggenomen. In Namibië heb je een culturele stam, een hele, dus nog een behoorlijke alternatieve stam. Ik ben heel even de naam kwijt van die stam. Maar in Namibië, en als een moeder het kind krijgt in de bush ergens, dan wordt de navelstreng pas doorgeknipt als de moeder getrild heeft. Oh, echt, hè? Ja. Want de geboorte is feitelijk ook medisch gezien een trauma. Zeker. Hè? In het biologische systeem wordt er veel... komt er veel spanning op. Dus dat is een traumatische biologische ervaring. En het trillen zorgt er weer voor dat zowel kind en moeder die stress en die spanning meteen kwijt zijn. En dan wordt de navelstreng pas doorgeknipt. En wow. Ja, dat is zo'n mooi principe eigenlijk. Maar dat is nog in het oerprincipe. Dat is nog met wie we dus zijn. Dat dan sta je dus nog in verbinding met die code, zeg maar. Dus inderdaad, de navelstreng... Dat is al het moment dat we eigenlijk al worden ontworteld van een instinct, zeg maar. Maar als ik zie hoe het bij de tweede geboorte, zeg maar, ging van mijn zoon. En wat voor protocollen je terechtkomt omdat je een paar dagen te vroeg komt. Is bizar. Nee, je moet gaan liggen. Je moet dit. Wacht even. En ik moest echt pakken. Ik moest zo voor mezelf gaan staan. En voor mijn ex en voor mijn ongeboren zoontje toen nog. Van jongens, nee, we gaan het wel op de manier doen wat zij fijn wil. Maar je komt zo in een protocolsysteem terecht. En hij was geboren, waar ik een beetje had, maar hij was geboren op aarde. En het ging eigenlijk hartstikke goed. En hij dronk meteen aan de borst. Maar ze wilden meteen, omdat het dan volgens protocol ging, om het uur prikken. Bloedprik. Ik zei, toen vroeg ik één vraag aan die vrouw. En toen is de rest van de dag ook niet meer teruggekomen. Maar hebben jullie ook enig idee wat dat prikken meteen? Dat jochie is nu net hier op aarde terechtgekomen. Hebben jullie enig idee wat voor impact het heeft als wij hem meteen nu ieder uur... Want je ziet dat bij baby natuurlijk ook als je... Dat natuurlijk meteen de shock effect. Wat dat doet als wij dat nu 10 uur achter elkaar bij wijze van spreken gaan doen. Heb enig idee wat voor impact dat heeft op het systeem? Ja. Marijn, dan kijken ze je aan... Ja. Alsof ik... Ja. We hebben de rest van de dag ook niet meer gezien. En die jongen is... Dat ging meteen supergoed. En dat soort dingen. Maar we zijn zo weggedreven van... Wat jij net zegt over dat oerprincipe. Over dat instinct. Over dat volgen van dat systemische. Dat we zo vanuit het hoofd zijn gaan denken. En vanuit opleidingen. Kun je ook over zeggen hoe dat allemaal gecorrumpeerd is. En wat voor dingen, wat voor belangen erachter zitten. Maar dat ik inderdaad op dat soort momenten mezelf afgevraagd. En denk, wow, wat zijn we weggedreven. En je kunt dan ook denken van, ja, maar Poels, waar wil je naartoe? Wil je dat we allemaal de grot in gaan? En daar gaat het dan niet om, weet je. Ik zie ook voordelen, maar het gaat om het bewustzijn van de essentie van wie je bent. En daar zo dicht mogelijk proberen bij te blijven. Mooi. En dat is voor mij de kern van eigenlijk de boodschap dat we leven nu eenmaal inderdaad in deze wereld die we hebben opgezet. En we zijn er zelf ook debat aan. We zijn zelf volledig meegegaan. We hebben niet nagedacht. We hebben ons laten leiden door ego's, door titels, door onderscheidingen van de koning. Vind ik ook zo mooi in je film, dat perceptiestuk. Ja. En als je daarbij nadenkt, het is inderdaad, wat
ben ik dat eigenlijk, ja. Nee, ik heb me helemaal laten leiden. En... Alleen is het, oké, Marijn, maar dat zeggen... Is het ons laten leiden? Natuurlijk, maar het was ook omdat we ons daar niet bewust van waren. Nu zitten we in een soort van tijdgeest. En dat vind ik ook zo mooi in je film, dat we... Dat je ons zo meeneemt. En dat ik ook echt hoop dat zoveel mogelijk mensen dit gaan kijken. Omdat we dan bewust kunnen raken. Omdat we misschien dan nu in een tijdgeest komen. Dat we nu keuzes kunnen maken. Ja. Hey, nu komen we er eigenlijk achter dat al die verloren beschavingen. En ook dat, met dat pijnappelklier. Dat ze daar veel meer bewust van waren. Met dat ook zo bijzonder. Dat al die dennenappel die in zoveel tekeningen. Oude tekeningen terugkomt. Wat je liet zien. Oude beschavingen. Dat we dat zo verloren zijn. Maar dat we nu blijkbaar in een tijdgeest terechtkomen, dat we ons nu bewust raken hoe dat werkt. Dat we nu wel de keuze kunnen hebben. Oké, we gaan het anders doen. Hoe zie jij dat? Ja, absoluut. Want je ziet, en dat vind ik best wel hoopvol eigenlijk, dat je, als je het dan hebt over die pijnappelklier. De pijnappelklier heeft de frequentie van 8 hertz. Ietsjes minder, dat is de Schumann-resonantie, exact. Ja, dus 7,84 of wat zo bijzonder gewoon verbonden zijn. En de Schumann-resonantie, dat is dus hoe de aarde trilt. En dat, en de aarde trilt eigenlijk doordat de zon een bepaalde intensiteit op de aarde straalt, waardoor bliksems kunnen ontstaan. En die bliksems zijn eigenlijk de klepels, weet je wel, die de klokken laten luiden en die de aarde laten trillen. En wat je ziet. En des te harder hij trilt, des te meer bewustzijn we krijgen en we in verbinding staan met de bron. Het goddelijke, hoe je het ook allemaal wilt zien en noemen. Mm-hmm. Het mooie en het hoopvolle is dat er een hele sterke correlatie is met de intensiteit van de zon en het vallen van de grootste rijken in de geschiedenis. De Maya-cultuur, het Romeinse Rijk. Er is een duidelijke correlatie dat op het moment dat het bewustzijn omhoog gaat bij mensen, de intensiteit van de zon ook groot was en dan valt of verdwijnt een cultuur of een beschaving. Wow. En dat de intensiteit van de zon is toegenomen. De Schumann-resonantie is in intensiteit ook toegenomen. Enorme pieken. Dus onze bewustzijn is ook toegenomen. En uiteindelijk kun jij een biologisch systeem niet in een potje stoppen. Weet je? En dat is grappig. En wij zijn niet meer dan dat. En weet je wel, dus de geest is al lang uit de fles. Mooi. Alleen, er zijn natuurlijk nog heel veel belangen, machten en belangen die zeggen van nee, ik wil nu nog niet vallen. Weet je wel, laat mijn kinderen of kleinkinderen vallen, maar nu niet. En dat systeem zie je hetzelfde in het financiële systeem. Weet je wel, elk land zit met triljarden in de schulden. En eigenlijk zou het slim zijn om te zeggen van wacht eens even. Dat klopt hier niet meer, weet je wel. Zelfs voedsel, dus tarwe, wordt al op de beurs. Weet je, dan weet je toch van, jongens, dit gaat niet goed. Dat weten wij allemaal. Maar laten we het maar eventjes uitstellen tot de executie. We moeten nog geld bijdrukken. Dat is toch een teken dat systemen, dat we eigenlijk angst hebben voor de klap. Terwijl de klap nou net de bevrijding zal zijn. En dat is hetzelfde, ik hoorde net X, dus je hebt dat wellicht ook meegemaakt. Die onmogelijke situatie waar je in zit als relatie en je probeert dat te rekken, want je hebt 2 kids en weet je... Yes. En je bent feitelijk zelf geld aan het bijdrukken. Maar je weet, hij gaat klappen. Dit is gewoon zo rot als me wat. En uiteindelijk klapt het. En die klap is hard. En het doet pijn. Ja. Je moet door stront heen. Zo. Maar dat is bevrijding. Ja. Dat is de bevrijding. Ja, daar zit de groei. En daar zit de groei. En die klap durft niemand te zetten. Zeg maar. En dat is, maar dat jij denkt dat die klap, die is onvermijdelijk? Ja, natuurlijk. Zeker weten. Ja. Want weet je wat ik zie? Die doelgroep van ons, die wordt steeds groter. En breder. En wat ik zeg, het was voor mij mindblowing om de voorstellingen te doen. En ik neem mijn vader en moeder heel graag mee naar zo'n première, weet je wel. En, die dacht nou, ook van, hey. Die komen eigenlijk uit een gouden generatie, weet je wel. Die hebben ook altijd wel in het begin misschien ook wel een beetje gedacht van... Waar is die jongen met ons weer mee bezig, weet je wel. Dus het is al, ja, Marijn, weet je wel. Ja, maar ken ik wel, dan heb je de hele wereld tegen jou. Maar dat, dan moet je jezelf, weet je wel. Dus dat is natuurlijk heel moeilijk... dat was bij mijn ouders niet zo moeilijk, maar
je weet, er zit een beetje zo'n ja, ik krijg het voordeel van de twijfel omdat ik hun genetische zoon ben. Maar dat zit, weet je wel. Snap hem, Mark. En ze steunen me in dik en dun en nu dan maar een beetje in dun steunen. Ja, precies. Maar nu zie je dat wel een beetje zo'n kentering hebben, want ze gaan, weet je wel, ze zijn altijd achter me blijven staan en ze hebben het wel geaccepteerd, weet je wel, ze hebben het wel geobserveerd. En ze kwamen natuurlijk ook 4 jaar geleden in bioscopen waar je inderdaad de Die Hard... Ja, maar misschien een handje vol bij wijze van spreken mensen ja, zaten. Ja, en is het en 600 nu, man. Weet je wel, afgelopen donderdag, dan maken ze een praatje met die en dat zijn leeftijdsgenoten van mijn vader en moeder. En die zien er dan normaal uit, weet je wel. Ja, dat vind ik zo fijn. Maar dat was voor mij ook, weet je. Dat, ja. Ik denk van, goh, wat mooi dat het zo'n breed publiek is geworden... He, wat je bijna mainstream zou kunnen noemen. Zeker. Dus mijn optiek is het... En het feit... Is het nieuwe Tim, dat, media. Wij 2 voorstellingen... in de jaarbeurs in Utrecht... de grootste Kinopoliszaal van Nederland... 2 keer volken hebben kunnen krijgen... met gemak. Ja. Daar kan zo'n kino... of zo'n bioscoop... Ja. Kan achter zijn oren krabben. Wacht eens even. Als ik hun cancel... Dan ken ik 2 keer 600 man in mooi. Mijn zaal. En ik denk dat daar de bioscopen lopen al terug. Ik heb hetzelfde gemerkt in het theater hier in de buurt. Dat we een theatervoorstelling deden. En allemaal op eigen kracht. Dat inderdaad die theaterdirecteur op een gegeven moment naast me kwam zitten. In de zaal. Wat is dit? Hoe kan dit? Ja. Wij moeten allemaal shows cancelen. Ja. Omdat te weinig kaarten verkocht worden. En hier zit het nu bomvol. Ja. Dus ik hoop dat daar in de zin... En ik zie het wel bij mij ook. Ik zie dat bepaalde dat soort partijen ook... theaterpartijen, filmpartijen, et cetera... die gaan mee in die omslag. Want zo'n bioscoopdirecteuren... die zien dat ook. Die moeten dat voelen. Het wrangen is... Dat is ook weer een beetje pure comedy, geloof ik. Dat, kijk, zij zijn heel erg gefocust op geld en overleven. Ja. Ze zitten nog in het oude systeem. Het oude systeem is helemaal geld, geld, geld. En ons systeem gaat meer over vele andere dingen. Natuurlijk speelt dat geld mee. We zijn een deel van dat systeem. Tuurlijk, maar uiteindelijk dat is nodig. Is daar een omslag, zo'n magneet die in één keer ploep, weet je wel, omdraait. Ja. En dan zitten we in die omslag, maar dan zitten we nog steeds in dat probleem. Want we blijven geld drukken. Ja. En we blijven afhankelijk van dat geld, weet je wel. Mm-hmm. Dus daarna zal er nog een klap komen. Ja. Dus het aankomen in die omslag betekent niet dat we dan in een kristallen tijdperk gaan leven. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog een klap bij komt. Omdat wij ook hebben geprofiteerd. Ik snap hem. Of misschien wel misbruik hebben gemaakt van de aandacht naar geld. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, en ook voor mij, en dat heb ik het ook heel vaak over met ons team. Uit welke bron komt het? Kijk, we hebben nog steeds allemaal geld nodig om... Ik zeg het ook altijd, we hebben ook onze members nodig. Hier zat een hele studio. Ja, ik kan moeilijk, zeg maar, voor zo'n lamp waar jij nu voor zit... naar de techniekwinkel gaan. Nou, geef mij die lamp, want wij doen zo'n mooi werk. Ja. Oh, nou, alsjeblieft, hier heb je hem. Was het maar zo. Ja. Dus we zitten nog steeds in dat systeem dat we het nodig hebben. Bij mij is het continu... En ik heb hem ook al meegemaakt. Ik denk, hey, daar zie ik een kans. Misschien moeten we dat doen. Want dan kunnen we voor ons platform... is goed, want we hebben het geld nodig om ook bestaansrecht te hebben. Mm. Om mensen te kunnen betalen. Want ik heb ook allemaal mensen die we moeten betalen. En die hebben ook een gezin. Mm. En ik zeg ook altijd, bij de Albert Heijn moeten we gewoon nog steeds... komen bij de kassa en zeggen, nou, hier is een brood. Ja, dat kost je... En dat is altijd een risico dat je weer exact dat opbouwt... waar we juist van weglopen. Nou, het is dus belangrijk in mijn optiek vanuit welke essentie komt het. Mm. Komt het vanuit welke bron? En als daar geld mee gemoeid is... waarin we mooie dingen kunnen co-creëren... Hmm. Dat vind ik geen probleem. Maar wanneer het een soort ding is alleen voor dat stuk geld... Dan ga je weg bij de essentie. Maar in mijn optiek voelt men dat ook. Dat gaat men voelen. Dat voelt men van... Hey, maar ik ben niet zozeer... Ik denk, er mag nog steeds geld verdiend worden... als het vanuit een zuiverheid komt. Want dat voelt het publiek. Dat voelt men dat je denkt van... Oké, we hebben het ook nodig... omdat we nog steeds in dit systeem leven. Ja, ik heb een ander setting natuurlijk. Ik ben alleen eigenlijk, hè? Ja, ik heb 24 man hebben wij. Ja, en ik hoef niet zozeer films te maken. Dat is echt niet dat ik denk van daar leef ik. Ja, daar leef ik natuurlijk voor. Ik vind het prachtig om te doen. Tuurlijk, maar je gaat er van aan. Dat is je passie. Maar
mensen steunen me. Mensen vragen daarom. Ja. En dat vind ik het mooie. Weet je. Mensen bepalen of ik loop of niet. Ja. En als ik geen donatie krijg, prima. Dan word ik hovenier of zo. Vind ik ook leuk. Ja. Weet je wel? Maar dan is het duidelijk. Weet je? En ik vind dat een hele fijne manier. En dat zet me in een hele. Dat zet me bijna op een schietstoel. Weet je wel? En de mensen mogen drukken of niet. Maar ik vind dat wel de weg eigenlijk. Dat ik niet ga afdwingen. Ik moet film maken, maar ik moet helemaal niks. Ik wil het liefst eigenlijk gewoon thuis in de tuin blijven. Ja, maar ik denk dat dat ook wel de kern is van het succes van wat je ook doet. Omdat het komt vanuit die essentie. Het komt vanuit de mensen ook, En zij bepalen of ik ren of niet. Zeker, want het komt ook dan vanuit jou. Het komt vanuit jouw creatie. Het komt vanuit jouw onderzoek zelf naar dat... Hey, wie zijn we nou eigenlijk echt? Wat is de essentie van ons leven? Ja. En dat is denk ik heel erg belangrijk in deze tijd... met als we bezig zijn met nieuwe dingen te gaan neerzetten... en te gaan maken. Oké, vanuit welke essentie is het? En dat we dan nog steeds te maken hebben... dat jij ook je cameraman moet betalen. Yes, dat is gewoon klaar. Maar het is ook zo dat ik... waar we het net over die energiebel waar ik in zit... en het grappige is dat ik in het begin denk van... oké, er moet een film gemaakt worden. En daar is natuurlijk een kleine focus, essentie, mens, weet je wel... en maar meer is er niet. Ik heb geen idee wat die film wordt. Ja. Toen kwam je op het thema van water bijvoorbeeld terecht. Nou, omdat ik dacht van dat is de kern van waar het om draait. Want water is natuurlijk eigenlijk de stroomkabel waar we het over hebben. Als je het hebt over frequenties. Dat leidt frequenties, zeg maar. Omdat het een informatiedrager is, kun je dat zeggen? Een informatiedrager. Water is informatiedrager. Gever en ontvanger. Of ontvanger, drager. En het geeft door. En als je het over frequenties hebt... dan moet je het ook even over water. Want water hoort daarbij. En water is de kern van het leven. Ook bijna het begin van het leven. En wij zijn 90% of 99% water. Dus als wij, en dan weten we nog zo weinig van water. Dus als wij zo weinig van water weten... weten we ook heel weinig van onszelf. Weet je wel? Dus daarom dacht ik van, dat is een mooie bron waar ik mag beginnen. Omdat water eigenlijk aan het begin staat van die hele cyclus... waarop heel veel dingen groeien of ontwikkelen. En dat vond ik het meest bijzondere. Dus water was wel een woord wat ik had, zeg maar. Oké, dat is waarschijnlijk de bron. Of de kern waar ik moet beginnen om de essentie te snappen. En van daaruit... gaan we steeds, weet je wel, en je ziet het ook, het is water, frequenties, organen, bewustzijn. Organen functioneren, zit vast aan zenuwstelsel, bewustzijn, en het zit allemaal heel ingewikkeld in elkaar, maar uiteindelijk moet je juist het ingewikkelde ook wel loslaten en vertrouwen hebben in die hele magie, zeg maar. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk wel zo, als we praten dan over het onderbewustzijn, en we proberen ons bewust te zijn van het onderbewustzijn. En dan kom je erachter dat het bewustzijn, het onderbewustzijn weer gaat opvreten, weet je? Waar we het over hadden. Dus het is ook zo, maak het allemaal niet zo moeilijk. Doe wat je denkt, wat je moet doen. Blijf eerlijk aan jezelf en voel. En that's it. Dat is het hele leven en complexer wordt het niet. Ja. En je kunt er allemaal Excel-bestandjes op gooien. En van weet je wel, indruk maken met getallen. Maar... zo werkt het niet. De meest simpele mensen zijn de meest pure mensen ook. Mooi. Zijn ook vaak de mensen die niet meegaan in die narratieven. Klopt. Hoe kan het zijn dat de meest intelligente mensen in Nederland meegingen in dat coronanarratief? Ja. Piloten, professoren. Weet je, en dat ik denk van, omdat ze is het mogelijk? Omdat ze dus zo geleerd zijn, Marijn, om dus alleen maar vanuit het hoofd te denken. Dat is het hem, ja. En nogmaals, daar is niets mis mee. Ik wil die mensen ook niet in een bepaald kader werpen, maar... dat is wel. En ik heb ook altijd afgevraagd van hoe kan het zijn dat mensen zeggen van... oh, daar heb ik geen herinnering aan. Weet je wel? En dan heb ik niet over Rutte of zo. Nee. Dat is heel magisch. Maar weet je, ook van... oh, dat kan ik me tijdens de corona niet meer herinneren. En dat is die hippocampus die gewoon dingen heeft overschreven. Weet je? En dan kun je dat, als je dat zelf een beetje snapt... je moet dat wel niet te slim gaan snappen, maar een beetje snapt... dat je meeneemt. Oké, nou... weet je, dan gaat die boosheid app ook weg. Dan denk ik van, ach, kom, weet je. Ja, en we gaan weer door. Ja, wat was toch het grootste inzicht rondom dat thema van water? Dat water eigenlijk zelf ook in balans is. En dat, zeg maar, onderaards we nog net zoveel water hebben... als op alle oceanen in de wereld. Bizar toen ik dat inderdaad hoorde. En dat wordt even tussen neus en lip gezegd.
Maar als je erover nadenkt wat dat betekent voor het hele narratief. Hè? Zeespiegelstijging, proberen tegen te houden, ja, dat is onmogelijk. Hoe wil je daar een hele oceaan onder tegenhouden? Dat kan niet, weet je wel. En het is altijd in balans. En op het moment dat het zich wat terugtrekt, dat wil zeggen dat de aarde afkoelt, weet je wel. En wij hebben er een heel ander narratief van gemaakt. En watertekort, weet je, allemaal die dingen. Het is mooi om die dingen gewoon te horen. En het is geen, nogmaals, het is gewoon mainstream wetenschap. Het is niet ergens nee, in een complothoekje verzonnen of zo, weet je. En er is ook consensus over als je dat wilt horen, weet je. Dus dat vond ik van, wow, maar dat vertelt wel heel veel. En wat ik... Wat vind ik, dat vond ik eigenlijk al, en daar komt de film eigenlijk mee binnen. Zo van, oh ja, dat moet ik er even bij vertellen. De wereld heeft een dubbel aantal zoveel, waar. Ja. Maar het was te mooi om te laten liggen. Maar dat zijn voor mij echt van die punten. Ik denk van, wauw, werkelijk. Maar ik vond het ook heel interessant dat hoe Michael Niels uitlegt hoe de hippocampus werkt. En... Ja, dat is ook wel iets van deze tijd, dat wij als mensen steeds meer verantwoordelijkheid willen hebben over ons eigen lichaam en daardoor ook het willen snappen. En dat we eigenlijk al bijna neuroloog zijn van ons eigen lichaam en dat we door kunnen. Omdat er nu mensen zijn, zoals Michael Niels, die dat ook uit willen leggen, weet je wel. En die dat ook op een normale manier kunnen uitleggen. Ja. En dat vind ik gaaf, dat wij verantwoordelijkheid terugkrijgen. Dat vind ik... Precies, dat we echt bewust zijn, wat we bewust worden van wie we eigenlijk echt zijn. Ja. Ja. En uiteindelijk ook loslaten... Dat, nou ja, je zei het net al, weet je, wat is werkelijkheid en wat is perceptie van werkelijkheid? Hè? Wie ben jij? En zonder alle... En wie presenteer jij? Ja. Weet je, en dat vind ik, dat is iets waar je elke dag moet in de spiegel moet kijken en zeggen van oké, was ik trouw aan mezelf? Of was ik trouw aan hoe mensen mij graag willen zien? I know. Is voor mij een enorm stuk geweest. Toen, en dat was denk ik voor de COVID-periode, is dat ingestart. Ik was 18 toen ik zeg maar ineens op tv kwam als artiest zijnde. Dus, en ik kwam er rond mijn 30ste achter. Maar wacht even. Ik heb een heel avatar gecreëerd. Ik heb een hele perceptie gecreëerd rondom wie ik denk dat ik... denk te zijn vanuit mijn bekendheid en als zanger. Daar heb ik alles op ingedeeld. Mijn vrienden, mijn relaties, mijn werk, mijn dingen. Maar wie ben ik in de essentie echt? Ja. Om dat proces te doorgaan, dan zit ik nog... Het is alleen maar afpellen... Ja. Om tot de conclusie te komen dat... Wacht even. Het enige wat ik hoor... wat ik alleen maar hoef te doen is zijn. Ja. En dat is misschien wel het aller... En dat klinkt zo vaag ook eigenlijk. Ja, hè? Maar door al die lagen van wat we denken te moeten zijn... voor een buitenwereld of wat dan ook... dat we echt dus helemaal trouw te mogen zijn aan onze eigen zijn. Ja, en daarmee valt ego weg. Dat exact. Is al behoorlijk wat. Poeh, ego. Die heeft al wat klappen gehad. Maar hij de laatste jaren. Maar dat moest, in mijn optiek, moest dat voor mijn groei. En daar zit ik nog in. En dat zal ook wel een ongoing proces zijn. Maar ik gun maar dat wel, denk ook. Tot aan je dood blijft die groei, weet je. En dat is het grap. En je bent nooit... uitgeleerd. Nee, weet je, je bent er nooit. Dat is, of je bent er altijd, kun je ook zeggen. Maar een boom blijft groeien tot aan de dood. En dan valt het neer. Dat is, weet je wel, dus je blijft ontwikkelen, groeien. Ziet dan als hier als één grote leerschool? Ja. Wat is nou eigenlijk onze rol? Precies, dan hier, dat is, wat is de nut überhaupt van het allemaal? Want feitelijk zijn we continu bezig in de investering voor de dood. Dat is eigenlijk wat je hier op de aarde doet. En ja, wie zijn wij? Volgens mij komt daar nou net dat je zegt, oké, dat is een grens. Ik ben gewoon. En net als die molecuul in het water, die gaat zich dat ook niet afvragen. Ja, wat doe ik hier eigenlijk, weet je wel? Maar die doet gewoon en hop, in één keer wordt het water, weet je. Dat is... Het denkt daar niet over na. En als je de zin van het leven... Ja, dat is, denk ik, gaat voorbij het denkvermogen. Want daarvoor heb je ook weer... daar ga je naar het oneindige of zoiets. Mm-hmm. En misschien
Maar de vraag wie ben ik in essentie is wel misschien een mooie. Dat past is heel erg mooi. Bij. Dat is natuurlijk jouw de vraag waarnaar je op zoek bent, ook ja. In de docu. Ja, absoluut ja. En uiteindelijk ben je degene die je altijd al was. Alleen ja. Je hebt het zo met formats en kleren en make-up en alles. Ja. Weet je hoe je het ook maar... Met titels, met scholing. Maar dat is natuurlijk ook waar we helemaal in opgevoed worden. Ja, ik vind het ook, dat... ik zie het nu ook, en daar heb ik zo moeite mee. Ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Ik ben ook bezig op de achtergrond om met scholen en dat soort dingen. Maar mijn oudste zoon die gaat dus nu naar het reguliere onderwijs. Maar dan is het eerste wat ze dan ook bijna tegen me zeiden. Ik hoorde meteen al van, nee, maar wat wil je later worden? Ja. Dus in de zin van dat je dus meteen al iets moet zijn. Ja, ja. Terwijl je bent. Ja, ja, dat is het. En dat het dus zo belangrijk in mijn optiek is dat we vanuit dat zijn en die kinderen zijn... dat we vanuit dat zijn het mogen ontplooien wat we hier hebben te komen brengen. Hmm. Vanuit die diepere passie, vanuit ons diepere talenten die we allemaal meekrijgen. In plaats van dat we al zo vroeg geleerd krijgen... Nee, maar je bent pas iets, je bent geslaagd. En ook natuurlijk de opvoeding, dat kunnen onze ouders ook niet kwalijk nemen. Nee, dat is ook vergeven. Ja. Nee, maar je bent dan iets dan wanneer je dat en dat en dat bent, Marijn. Ja, ja. En dat is ook zo'n... Oh, ik denk, eigenlijk is volgens mij heel erg de fase waarin wij nu als mensheid zitten... met z'n allen dat we veel meer mogen ons leren dan dat we moeten leren. Ja, en dat het leven makkelijker is als het eigenlijk... Het gaat vanzelf. Weet je, het concept waar we nu in zitten is nog complexer... als het concept van gewoon zijn en kijken. Ja. En het concept van zijn en kijken... is het tienvoudige van het leven wat we hadden. En ik zie dat ook bij mij in de tuin. Als je nagaat... Zo'n grote tuin heb ik niet, hè? Qua moestuin. Hè? Maar je kunt er een dorp op voeden. Ja, ik heb het gezien, ja. Dat is ongelooflijk. Dat doe ik helemaal alleen ook nog. Dus schaarste creëren is een heel complex systeem. Overvloed is het makkelijkste wat je kunt... Het gaat vanzelf. Het is niets meer als een zaadje in de grond duwen. En daar komt een plan uit. En je moet het af en toe water geven. Maar lag er wel aan, heb ik gezien, aan wat voor water, Marijn. Ik vond het ook fascinerend. Klopt, ja. Gestructureerd water, hè. Exact. En en echt de primaire bronnen zijn ook gestructureerd water. Dus als water echt met een druk uit de grond komt... net als met een spa of hoe heet dat, een thermaalbad, hè. Ja. Dat is vaak gestructureerd water... waarin inderdaad de moleculen, dus die twee... identiteiten in een bepaalde coherente structuur dat water opbouwen. Maar dat water krijgen we niet uit de kraan? Dat water onder de kraan is eigenlijk feitelijk dood. Het is chaotisch water waar moleculen ook heel erg door elkaar heen bewegen. En exact. In leidingwater zit vaak ook nog alle troep die we... Shitzooi, ja. Ja dus hoe zouden wij gestructureerd water meer binnen kunnen krijgen, et cetera? Want ik zag daar ook, dat zijn hele makkelijke manieren hoor. En ook nog toegankelijk ook. Je hebt zo'n staafje waar dus moederwater in zit. Okay. Kristalglas eromheen of kwartsglas. En dat roer je eigenlijk, ja, het klinkt een beetje als een toverstokje. Maar het principe is eigenlijk net als een kristalradio. Dat kristal die informatie doorgeeft. Dus je hebt dat moederwater, dat staafje gaat erin en... Het staafje zorgt ervoor dat het moederwater wordt gekopieerd naar het geootswater. En het geootswater krijgt puur alleen de herinnering van zijn essentie en pap, het is gestructureerd. Maar het is eigenlijk dus ook wie wij zijn. Ja, ook wij moeten die herinnering krijgen. Exact. Absoluut. En kijk, zo werkt een plant natuurlijk ook. Als een plant groeit, dan... En je geeft het water, ook al is het gewoon kraanwater, leidingwater, chemicaliën erin. Ja, dat is niet zo goed voor de plant, maar ja. Een beetje wat we er nu in hebben, zeg maar. Dan gaat een plant zelf dat water structureren. Dus de tomaat, hè, waar het vocht in zit, het vocht van de tomaat is meestal gestructureerd water. Mm. En daarom is het eten van een tomaat ook zo gezond, als het een goede tomaat is, zeg maar. Mm. En daar zit nog veel meer aan wat het gezond maakt. Maar dat is een van de dingen. En waarom is dat gezond, dat gestructureerd water? Omdat
ons lichaam maakt ook gestructureerd water aan. Want dat zijn dus de verbindingen tussen de biologische systemen. Dat zijn de draadjes, daar komt water door, frequenties door dat water. En op het moment dat het gewoon water gedronken wordt, dan gaat het lichaam als eerste dat water proberen zo gestructureerd als mogelijk te krijgen. En dan kan het zijn ding doen. En dat heeft weer te maken met hoe sterk is het immuunsysteem. En als je dus gestructureerd water drinkt, dan hoef je dat lichaam die eerste stap niet meer te bieden. Ah. Weet je wel? Dan kan het meteen gaan inzetten voor je immuunsysteem. Ik snap hem. Maar dus hoef je geen energie meer te hebben om dat water te structureren. Precies. En dat is de magie eigenlijk. En dat is waarom het zo belangrijk, waarom het meehelpt aan een gezond systeem, als je meteen gestructureerd water drinkt. En ik ben het aan het afvragen. Ik heb die bevestiging niet gekregen, maar je moet je eens voorstellen dat we misschien ooit een planeet hebben gekend waar alles in balans was. Dat hele biologische aspect is in balans. Je hebt overal op alle rivieren gestructureerd water, want het wordt chaotisch op het moment dat water bijvoorbeeld dicht bij een wifi-router staat en heel veel straling erin krijgt en dan wordt het gestructureerde weer chaotisch. Dus het kopieert eigenlijk de synthetische omgeving. Weet je wel? En neemt die informatie op die de omgeving het water biedt. Maar kun je het dus ook positief voelen met frequenties? Mm-hmm. Er zijn testen gedaan op water, ook in Emoto was er. Ja. Die praten tegen het water. Ja, precies. En hij deed ook metingen daarna. Dus allemaal, ze noemen het allemaal niet wetenschappelijk, maar hij heeft wel alles gedocumenteerd en is de grootste waterfreak geweest die er ooit heeft bestaan. Dus ja, water heeft ook emotie. Ik denk wel eens aan Jomanda, die ging dan door de radio het water inspreken. Zette je water voor de radio, weet ik toch wel. En destijds dacht je van, en dat beetje werd helemaal vanaf gemaakt. Maar eigenlijk is dat het gewoon wel de frequenties heeft en op water, ja. En, maar stel je voor dat dus alle rivieren, bronnen, alles was gestructureerd water op aarde. Kun je nagaan hoe florerend de natuur moet zijn geweest. Zo, en hoe vitaal. En dat was waarschijnlijk een tijd dat de CO2 ook 20 maal hoger was ook. Wat ook weer aanzet tot meer plantengroei. Het elektrostatisch veld was hoger in die tijd. En je had geen negatieve stralingen? Nee, niks. Het was alleen maar natuurlijke straling. In zover we weten. Maar we gaan er dan even vanuit dat het zo is. Wat voor een wereld moet dat zijn geweest? Dat is volgens mij een compleet ander beeld als dat we überhaupt kennen. En dan krijg je dus ook systemen van, als je het dan hebt over vrije energie, en wat ik daarmee bedoel is eigenlijk, het bloed in ons lichaam is een mooi voorbeeld. We hebben bloedaderen in ons lichaam. Ik geloof dat we, als we die allemaal langs elkaar leggen, kunnen we 3 keer de wereld rond. Weet je? Dus dat is behoorlijk wat. Ja. En daar pompt bloed doorheen. En het hart is zeg maar de pomp. Maar probeer eens een rietje te pakken. Een tuinslang van 10 meter. En blaas daar eens een water van 0 meter tot aan die 10 meter. Hoeveel bar heb je nodig? Zo. Dat is nogal wat. Het is onmogelijk dat het hart het bloed allemaal aanstuurt. Want dan heb je zoveel bar en druk nodig dat alle vaten in het begin al zouden ontploffen. Dus wat doet het bloed? Het bloed gaat zich op een gegeven moment zelf vooruit stuwen. Dus het krijgt zijn eigen energie, omdat het biologische systeem is. Niemand weet hoe dat precies werkt. Maar het hart kan nooit de pomp zijn die dat hele systeem doorduwt. Ik moet je eens uitrekenen hoeveel kilometer bloedaderen je hebt en hoeveel baar je nodig zou hebben om dat beetje bloed door die aderen te laten lopen. Dat is zoveel, dan zou het hart en alles ontploffen. Wat denk jij dan? Hoe het dan wel zit? Nou ja, dat er op een gegeven moment een zelflevend systeem ontstaat. Zo hoe wij ook zijn ontstaan. En het bloed zichzelf, weet je wel, vooruit duwt of loopt of hoe je het ook wilt noemen. En ik denk dat gestructureerd water exact hetzelfde doet. Omdat het bloed is ook natuurlijk een vorm van gestructureerd water in je lichaam. En dat in tijden van vroegere tijden, dat er heel veel van die dingen eigenlijk van zichzelf zich presenteerden. Mm-hmm. Zoals water wat
waterpas is, maar toch wel een kant op loopt. Of... Als je het nou hebt over dat, dus stel je voor, er was een beschaving met gestructureerd water, minder straling, et cetera. Zou dat ook de sleutel kunnen zijn waarom we toch steeds meer denken dat er een verloren beschaving, beschavingen zijn geweest met een veel hoger bewustzijn? Ja, dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. In ieder geval een puurder bewustzijn, ja. Dat ben ik me wel... Meer nog connected met de kosmos, want dat komt ook terug in je docu, dat we allemaal connected zijn met dat stuk en deel. Ja, dat is toch wel een evident bewezen eigenlijk ook. Het wordt natuurlijk niet echt in de mainstream wetenschap verkondigd, maar het is wel gewoon mainstream wetenschap. Ook bijzonder wat Dr. David Martin, die ik ook ben gaan volgen sinds de COVID-periode, en te gek dat je daar ook bent geweest. Ja. Maar hij had het ook over onze zintuigen. Ja. Dat we eigenlijk veel meer zintuigen hebben 12, ja. dan dat ons altijd verteld is. Ja, 12 zintuigen. En het gaat veel verder als alleen maar reuk zien. Maar kom je dan ook op het stuk dat die dus stil liggen en heeft het ook weer met ons DNA dan... Ze liggen stil en volgens David Martin worden ze ook bewust onderdrukt. En dat zie je in alles. Ik bedoel, die voorbeelden zijn ook wel redelijk aanwezig. Kijk, we hebben het zintuig reuk. Dat is in de COVID-tijd nogal afgenomen. En we hebben die zelfs mondmaskers moeten dragen om niks meer te kunnen ruiken. Onze waarneming is ook ingeperkt geworden, omdat we niet meer verder mochten als onze huiskamers, weet je wel. Dus heel veel zintuigen zijn al heel bewust, zeg maar, gereduceerd. We horen mag ook niet meer, we mogen niet alles meer horen, we mogen niet alles meer zien. Dus alles en alles... En we mogen eigenlijk alleen maar horen wat er aan één kant gesteld wordt. Precies, ja. Dus het wordt heel beperkt. Hmm. En de zintuigen worden ook weer teruggekocht door Google Vision, weet je wel, en AirPods en allemaal die dingen. Dus onze zintuigelijke waarneming, onze zintuigelijke vermogens zijn eigenlijk gereduceerd. We zouden 12 hebben, waarvan het laatste zintuig ik ben is. Oh, wauw. Daarom had ik die psychedelische droom er ook in zitten. Mooi. Maar het gaat ook veel over waarneming. En niet alle zintuigen zijn voor jezelf, maar je hebt ook zintuigen voor de community. Dus mijn expressie, weet je wel, dat jij aan mijn expressie kan uitlezen wat ongeveer mijn gevoel is, weet je wel. Dus daar geef ik signalen mee af naar mijn omgeving. Weet je wel, pas op, kom niet bij mij in de buurt. Of, mm-hmm. Weet je wel, kom hier, ik geef je een hak. Die zintuigen, die 12, die zijn al sinds de Bijbel eigenlijk onderdrukt. We hebben er maar 5. De 12 zintuigen gaat wel heel veel over bewustzijn, verbinding. Het gaat over telepathie, energievelden. Om dat te onderdrukken. Ja. En om daar een geloof bij te pakken, wat eigenlijk een vervanging is van die 6 of 7 andere zintuigen. Om ons dus eigenlijk te onderdrukken. Wie we in de werkelijkheid ja. dus zijn. Ja, absoluut, ja. Om ons te onderdrukken. Ik heb ook soms het idee, als je dan de Anunnaki-theorie bekijkt. Zeker. Ze hebben gemanipuleerd en we zijn eigenlijk een product van de Anunnaki's, van de slaven. Hè. Mm-hmm. Ze hebben die genetische manipulatie gedaan. En ze zijn daar, de Anunnaki's waren eigenlijk ook, hebben dat uit luiigheid gedaan. Hè? Want ze moesten de slaven elk jaar opnieuw klonen. Daar hadden ze geen zin meer in. Laten we ervoor zorgen dat ze zichzelf kunnen reproduceren. Daar zit een addertje in het gras dat ze ook een ziel krijgen. Ah ja, maar dat is nog niet zo'n gedoe om elk jaar die hele horde slaven te gaan klonen. Weet je wel? Dat is wel een mens eigen. Weet je wel? Maar we zijn aan het gezeik af. En uiteindelijk hebben ze zich vermengd met het mensenras, hè? Die Anunnakis. En uiteindelijk hebben we dus een bepaalde ziel gekregen. En ik ben er steeds vaker van overtuigd dat nou net, hè, de wat heel veel culturen ook als de dennenappel hebben, hè, de pineal gland, de pijnappelklier, dat de strijd is om zoveel mogelijk ziel uit de mens te nemen. Want dan heb je weer de slaaf die je eigenlijk had willen hebben. En dat gaat niet zomaar met een operatie, chirurgisch. Dus dat gaat alleen maar met het wegnemen van mensen. En je kunt mensen dus zo krijgen dat de ziel uit de mens... En je ziet heel veel zielloze mensen tegenwoordig. Er zijn heel veel zombies, toch?
Heel veel, ja. En het loopt allemaal zo. En dan, het gaat alleen maar op geluid, weet je wel. Het kijkt niet meer of het groen is. Het weet gewoon, als het tik, 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 tik doet, dan is het groen. En ze kunnen dan lopen, weet je wel. Dus we zijn zo afgestompt in wat is onze ziel. En onze ziel is ook dat wat kan zeggen, ik ben. En wat zie je tegenwoordig? Nee, je mag alles zijn. Als jij je poes voelt, dan ben je poes goed zo. Dat is fijn dat je dat doet, weet je wel. Maar, dus je ziet dat hele... En op het moment, en daar gaat het volgens mij om. Op het moment dat je mensen hebt, en we zitten nu... We komen van 12 zintuigen, hè, en we zitten nu... Er zijn best wel leuke onderzoeken op, een beetje antropologisch, maar wel goed onderbouwd. We zitten nu op 2,8 zintuig. Wat we nu nog daadwerkelijk gebruiken. Van de 12 zitten we nu nog op 2,8? Van de 5 die we kennen. Ja, van de 5 die we kennen? Ja, zitten we op 2,8 zintuig nog. En we hebben er eigenlijk 12. Dus zover zijn we eigenlijk al af van het... Van ons ware potentieel. Onze instincten. En, ja, precies. En op het moment dat wij op 2 zintuigen zitten... Dat is het moment dat artificial intelligence met de knop wordt omgedraaid. We hebben niks in de gaten. En dat is de grap, want artificial intelligence zijn 2 zintuigen. Dus horen en zien, hè? Audio en beeld. Meer is het niet. 0 en 1. Dat zijn 2 zintuigen en meer is het niet. En we hebben het dan ook niet in de gaten. En je ziet nu al processen waarin je ziet dat mensen vrijwillig hun leven afgeven aan artificial intelligence. Ik stond een week geleden bij de bouwmarkt in Duitsland en daar had je zo'n zelfscan. En de cashier, die normaal achter de kassen zou zitten, die er niet meer was, maar de voormalige cashier hielp mij mee om de zelfscan te begrijpen, weet je wel, om het zelf te kunnen doen. En ik was me aan het denken van, heeft die man dat echt bewust in de gaten, dat hij hier aan het uitleggen is hoe ik zijn werk moet overnemen en hij uiteindelijk kan oprotten? Hij is feitelijk... En heeft hij dat überhaupt in de gaten, dat hij dadelijk gewoon dat de baas zegt van, hey jongen, bedankt hè, voor de mensen te leren... Tjus. Ik denk het niet. Nou, dat wil zeggen dus, de mens is in staat zijn eigen gaskamer te bouwen. Weet je, dat is nogal een angstig... En dan weet ik dat ik weer een grove vergelijking maak, maar de beeldspraak is duidelijk. Weet je, er is... De beeldspraak is hetzelfde, aan die cashieren. Want wat is die aan het doen? Hij is zich voor aan het bereiden op het moment dat hij geen salaris meer krijgt. En hij heeft het niet in de gaten. Dus eigenlijk kun je ook zeggen, Marijn, dat we misschien wel bewust steeds dommer worden gemaakt. Ja. Totdat wij gewoon zeggen, oh ja, neem maar over. Nou ja, steeds intelligenter. Ja, precies. En uiteindelijk vreet intelligentie wijsheid op en uiteindelijk... In onze zintuigen heel veel, dus ook. Heel veel mensen zeggen, weet je, als je gelovig bent kun je het zeggen, dat is de straf van God. Of dat is de straf van de bron. Of de straf van het biologische systeem. Ja. Ja, maar het is altijd als het biologische systeem zichzelf wil overtreffen, dan is er een soort van of zondvloed of de toren van Babel, weet je. Mm-hmm. Dan moet die vallen en dan moet het... Nou ja, dus als wij dus nu ook hier dus wel bewust van worden, dat we eigenlijk dus 12 zintuigen hebben. En we weten ook met kunstmatige intelligentie wat er aankomt. Is het dan ook niet, wordt het dus steeds... belangrijker dat we gaan werken aan om onze werkelijke potentieel dus aan te gaan zetten. En als wij, zolang wij onze 12 zintuigen hebben en ook bewust daarvan zijn en daar ook mee werken, exact. Want daar zit zo ongelooflijk veel meer in, dan kun je nooit of de nummer worden overgenomen Precies. door wat dan ook. Precies. En, want dan ben je een autonoom mens. Dan is het, ja, dat is het. Dus je kunt je doorziet dingen, je kunt dingen plannen. We zitten zelfs op het niveau van telepathie. Precies. Je snapt je dromen. Daar gaat het om. Want, het hoe kan het dan dat er mensen zijn... Het lijkt dus eigenlijk een beetje op, Marijn, dat we in een tijd ook leven dat er dus een steeds grotere groep is die dus... eventueel wel een groter toegang krijgt tot zintuigen. Ja. Een andere groep dus misschien juist wel minder. Ja, ja. Dat is eigenlijk fascinerend. Ja, heel fascinerend, ja. En als je mij vraagt waar gaat het heen, I don't know, ik weet het echt niet. Ik denk dat we echt in een tweedelige samenleving terechtkomen. Zitten we dat dan niet? Dat zit je al, maar dat je ook systemen uiteindelijk besluiten... Oké, dit is duidelijk,
we moeten dingen gaan loskoppelen. Je mag zo zijn hoe je bent, maar dan geen verzekering. En dan vind jij, als jij je 12 zintuigen hebt, dan denk je van... Ja, ik ben autonoom. Heb ik ook niet nodig. Hoeft ook niet. Ja, en dan heb je duidelijke keuzes. Ik denk, het kan niet anders dan zo ontwikkelen. Omdat de opgebouwde structuren zo geworteld zijn in de oude wereld. Zo. Die krijg je gewoon niet meer. Dat kan gewoon niet. Je moet dat terug in de grot. Maar die afsplitsing is wel makkelijk. En dan uiteindelijk kun je daar wat opbouwen. En misschien gaat het ook wel simultaan. Want hoe ver kijk ik vooruit? 10 jaar misschien, 15 jaar. Maar echt veel meer lukt ook niet. Mm-hmm. Maar als je het echt doortrekt, dan zou je een verschuiving kunnen zien. Ja, het kan flippen, maar dan heb je het over een tijdschaal van 1000 jaar of zo. Mm. Weet je wel? Dan kan het zijn dat we op een gegeven moment langzaam naar een kristallen tijd gaan. Hè, met allemaal 12 zintuigen en helemaal bewust. Maar dan moet eerst die groep die zich heeft afgesplit groot worden. En op een gegeven moment, als die groter is als die groep, ja, dan kan de rest ook wel even makkelijk overspringen, weet je wel. Mm. En dan is het maar 1 generatie en dan is dat ook weg. En dan zitten we in de tijd waar we zitten. Maar dan gaan, ja, ik weet het niet. We zitten in ieder geval in een hele bijzondere tijd. En we hebben het net ook al over. Wat zou dan toch ook, wat is dan, nou, laat ik het zo zeggen. Zou de pijnappelklier, is dat niet de weg naar die 12 zintuigen? Dat is de ingang, denk ik, ja. Ja, dat is ook, ik denk ook de sleutel naar weer in verbinding staan met de bron. Met het goddelijke. Ja. Met hoe je het ook wilt noemen. Maar je, dat is onze antenne of zo. Dat is de antenne. En dat is dezelfde antenne als de radio, weet je. En als die er niet is, ja, dan ontvangt die ook geen informatie. Maar daar is dus een schakel tussen gezet. Lijkt het op? Nou, daar is een synthetische verstoring, ja. Ja. En dat zijn frequenties, maar het zijn ook programma's van overheden, van ministeries, van defensie, van de Bill en Melinda Gates, van deze. Voeding. Het zijn allemaal, ja, voeding is een hele belangrijke natuurlijk. Zelfs zo groot dat. Kijk, daar gaat het ook weer op celniveau, hè? Met voeding. Als je je goed voedt en je hebt biologisch spul niet kapot gespoten. Water in de voeding is ook gestructureerd. Weet je, het liefst zo rauw en zo puur mogelijk eten. Ook met de seizoenen mee eten. Dat zijn allemaal structuren die er vroeger gewoon normaal waren. Weet je wel? We krijgen vanavond waarschijnlijk boerenstampot met rookworst. Weet je wel? En nu hebben we er zoiets van, weet je wel, ik ga wel naar McDonald's of zoiets. We zijn het helemaal kwijt. Terwijl dat had een functie, weet je, dat we dat ooit verzonnen hebben. Omdat we moeten leven met de producten die hier groeien. En dan klinkt het heel raar om te zeggen van ja, weet je wel, we trekken dan een banaan bij ons uit de fruitman. Maar de banaan die groeit dan niet. Dus daar hebben we eigenlijk niks mee, weet je wel. En je merkt pas als. En je zou een mooi onderzoek kunnen doen met iemand die zeg maar echt met seizoenen eet. Mm-hmm. En iemand die gewoon het exotisch eten eet. Mm-hmm. Wat natuurlijk altijd wel lekker is af en toe. Maar. Mm. Wat zouden we kunnen doen om die pijnappelklier dus inderdaad misschien schoner of nou, opener te zetten? Verkalking bij veel mensen zeggen ze. Hè. Heeft een verkalking. En verkalking komt door afstomping, door angst ook. Oké, dus de angstfrequentie die op losgelaten wordt. Ja, ja, dat, de angst verkapt ook de want de pijnappelklier is eigenlijk een spier. Zo is het eigenlijk. En als die lui wordt, weet je wel, dan een spier wordt dan ook kleiner. En zo wordt de pijnappelklier ook kleiner. Zelfs als de hippocampus ook kleiner wordt. En dat zijn eigenlijk gewoon spieren. Dus je kunt ze weer trainen door nieuwsgierig te blijven. Dat is het feit open te blijven, dat je zeg maar dit gesprek al luistert. Wil zeggen dat het nog redelijk werkt. Dat je ook 's nachts nieuwe neuronen aanmaakt om die informatie op te slaan zonder het vroegere te vergeten. Zeg maar. Dus, maar er zijn heel veel, wat ik ook wel zorgwekkend vind en bijna achterdochtig, dingen die we vroeger hebben gedaan, zoals fluoride. Mm-hmm. Dat is dat als iets ontkalkt van, of kalkt, als de pijnappelklier vooral, die wordt zo verkalkt door gewoon het innemen van fluoride. Waar zit fluoride in? Dat zit in heel veel dingen. Hè? Dat is een klassiek zenuwgift, is fluoride. Weet je nog, ik heb het vroeger nog met de tandas in een gebit, weet je, zo een half uur in die fluoride moet je zitten. Rechtstreeks naar je pijnappelklier.
Absoluut. En het verkalkt. En het verkrampt zich. En het schakelt zich uit. En je bent zieloos. Heb jij voor jezelf de conclusie gemaakt, waar ik ook in zit, is dat we hier op een wereld leven, in een systeem die ons bewust weghoudt bij ons ware potentieel? Ja, eigenlijk wat ik in deel 1 zeg, hè, the battle is the mind and the prize is the soul. En ik geloof dat dat nog een zin is die wel redelijk tot de kern komt van wat er eigenlijk gebeurt. En wij zijn degene die meedoen of niet. Weet je wel? Ja. En dat is ook ik zie het als een spel of een test. Weet je wel? Dat is de appel aan de boom, weet je wel? De verleiding. Mm. En het instinct, dat is gewoon eigenlijk de ziel die je moet bewaken. En zeggen van, nee, het voelt niet goed, dus ik doe het niet. Punt. Weet je? Maar dat is moeilijk, want we leven in een wereld die nogal in beweging is. Waar ego's ook heel belangrijk zijn. En namen, titels, likes, Instagram, bladibla, weet je wel. Waar te beginnen, Marijn, om toch... Ja, het heeft toch wel te maken met bewustzijn, denk ik. Toch echt om hiermee... Ja, eerlijk naar jezelf. Ik denk dat kijk, als je eerlijk naar jezelf bent, ben je altijd eerlijk naar anderen. Dat kan niet anders. Mm-hmm. Weet je wel? Als we ook eigen verantwoordelijkheid dus gaan nemen. Ja. Als we naar ons ware potentieel willen. Ja, en dat is dus zelfliefde. Ja. Egoïsme wordt het genoemd. Wordt heel egoïstisch uitgedrukt. Maar eigenlijk is het zelfliefde dat je zegt van, ik heb genoeg, weet je wel. Nee, ik doe niet mee. Ja, maar het is toch leuk voor die. Ja, dat zal maar ik moet het ook leuk vinden. Mm-hmm. Weet je wel. En net als die waterstofmolecuul. Die, weet je wel, als het niet werkt, werkt het niet. En dan zoekt hij iets anders wat wel werkt. En dan komt die waterstof tegen en denkt van, wow, we worden water, mooi. Weet je, dat is ook het afdwingen van die structuren van, we moeten. Soms resoneert het gewoon niet. Hmm. En dat is oké. Trouw te blijven aan jezelf. Hartstikke goed, weet je wel. En dan moet je zeggen, ja, maar het is toch wel leuk als we goed met elkaar kunnen opschieten. Nou ja, weet ik niet of dat goed is. Mm-hmm. Weet je, en misschien is het morgen beter. Maar het werkt of het werkt niet. Weet je wel. En op het moment dat je er moeite voor moet doen, dan moet je eigenlijk al denken van, waarom moet ik er moeite voor doen? Wat zegt David Martin eigenlijk over die 12 zintuigen? Zegt hij weer dat we die weer kunnen aanzetten? Ja. Ja, ja. Het vergt wel wat training, want het gaat best wel diep. Rudolf Steiner was er ook al heel ver mee, 100 jaar geleden. Hè. Dat was ook een antropoloog. Die heeft dat heel mooi eigenlijk al beschreven. En daar staat eigenlijk al heel goed beschreven. En Dave Martin heeft echt middelen en werkgereedschappen meegegeven hoe we die kunnen weer leren herontdekken. En dan gaat het ook met het hebben van dromen. En dromen zijn eigenlijk visies die je hebt voor, niet voor jezelf, maar voor de gemeenschap. En nu dromen we vaak, en net of er een filmband gewoon niet echt op de spoel staat, weet je wel. En in één keer sta je dan met een banaan die 600 keer groter is dan een normale. En dan aan de andere kant ben je de voeten van de buurman aan het barbecuen. Weet je wel, je wordt wakker en denkt van, what the fuck? Wat was dit? Terwijl dromen eigenlijk gewoon verhalen moeten zijn en visies voor wat jij kunt doen voor de gemeenschap. Maar we zouden dus op een andere manier kunnen dromen, is wat hij zegt. Ja, en dat heeft te maken ook met je ogen. En die kun je ook wel trainen. En dan heb je een patroon, zo'n 8, zeg maar, met allemaal verschillende kleuren. En dan moet je eigenlijk voor het slapen gaan zonder synthetisch licht, hè, dus het liefste kaarslichtje, moet je die zo afgaan met je ogen. Waardoor je bepaalde zenuwen, want daar gaat het om, hè, de 12 zintuigen zitten eigenlijk aangesloten aan de 12 hersenzenuwen. Dat zijn er 12. En die sturen eigenlijk de zintuigen aan. En daar, tussen die 12 heb je nog iets van 980 indirecte verbindingen. Waar je naar telepathie in gaat, naar weet ik wat. En op het moment dus dat je die patronen nagaat, die 3 minuten, en je gaat slapen en je hebt een droom, dan heb je een droom wat een verhaal is met een begin en een einde. En een duidelijke visie. Daar zijn dromen eigenlijk voor bedoeld. Mooi. Ze zijn zo versnipperd geworden door zoveel omdat dingen. Omdat we dus die verbindingen niet meer maken in ons hoofd. Ja. Ik heb dat, ik weet dat hier in Nederland ook gebeurt. Ik heb wel beelden gezien ook, dus van jonge kinderen die dus nog geblinddoekt met blokken kunnen bouwen, et cetera. Ja.
Dat is gewoon onze, dat is gewoon wat in ons, in ons zit, maar we volledig van afgestompt zijn. Ja, ja. En zo heb je ook de het zintuig waarheid, waarheidsvinding. En dan hebben we hier hebben we het waarheidszintuig. Ja, oké. Okay, ja. Dit is en als je een brok in de keel, dat is, daar komt de term vandaan. Ik heb een brok in de keel. Dat maakt dat je onrecht. Dan voel je dat hier of stress of weet je wel. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben alle juristen, alle pastoren, hebben ze hier nou net, het, hoe noem je dat? Weet je? Voor, en dan tijdens het opkrijgen van dat korsetje, moesten ze zeggen, ik spreek de waarheid, bladibla. Maar het zintuig van de waarheid was wel bedekt. Wow! Dat zijn allemaal die dingen, weet je, die vallen allemaal samen als je daar in die zintuigen gaat van, oh jee, dit is, weet je wel. En dan snap je ook gevoelens, weet je wel. Dan snap je ook instincten van, wacht eens even, waarom heb ik een brok in de keel? Weet je, we linken dat een hele andere ding. Maar dat is eigenlijk het waarheid. Er zit heel veel in woorden, zit er eigenlijk heel veel ook verborgen, hè? Herinneringen en zo, herinneringen, het herinneren van ons ja, eigen... Ik ben vaak aan het onderzoeken en dan kom je vaak op het Latijns uit. Als je nog verder gaat, kom je ook best wel vaak op Fries uit. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, ja. Maar het Latijns, en daar is iets gebeurd in woordvorming. Dat wij dingen niet meer zijn gaan snappen, omdat woorden aan elkaar zijn gaan... ik weet niet, heb je nu een telefoon bij je? Ja, even kijken. Type het woord, maar zin is een Latijns woord, hè, medicijn. Even kijken hoor, die zo hier kan pakken. Het woord medicijn is medicament. Dat is het Latijnse woord van medicijn. Wat moet ik intypen? Medicament. En dan, oh ja, moet je wel Google Translate en Latijnse. Oh, wacht even. Naar, zeg maar Engels of Nederlands, maakt niet uit. Latijns medicament. Dus M-E-D-I-K-A-M-E-N-T. Dat is dan het Latijnse woord voor medicijn. En als je dan... Je hebt nu Latijns naar... Nederlands? Ja, is goed. Ja. Zo? Ja, perfect, ja. Met een K. Okay, dat is dan het Latijnse medicament. En dat is eigenlijk een verbastering van drie woorden. In het Nederlands komt er dan uit geneesmiddel. Ja, perfect. En nu doe je... M-E, spatie. M-E, spatie, ja. Ja? Ja, dat is het al. Mei. Hè? Mei komt er naar voren. Maar heb je Latijns? Ja. Oh, sorry. Nee. Medicament moet je laten, maar tussen de E en de D zet je een spatie. Wat staat er? Ze zullen mij vermoorden. En wacht. Luister eens. Ja, nee, dat klopt. Toch klopt dat? Laat eens van de mensen thuis ook even zien. En nu doe je... je hebt drie woorden namelijk. Het is een verbastering van drie woorden. Je hebt mee, en dan heb je dika, is ook een woord, en ment. Dus die dika... Dus stukken dika en ment zet je ook een spatie. Lieg tegen mij. Ja. En dat is interessant om, weet je wat dat al... ik weet niet of dit ook goed... En het klopt ook in elke taal. Je kunt het ook in Duits... Op de camera krijgt. Maar mensen kunnen het thuis ook... Dus, en als ik het aan elkaar zet... Dan staat er gewoon medicijn. Dan ja. Komt er geneesmiddel. Maar als ik een spaatje tussen zet... Ja. Dus het is een verbastering van drie woorden. Wat de essentie was, die hebben ze aan elkaar geplakt... en daar hebben ze een nieuwe betekenis op gezet. En dat is gewoon... Weet je wel, het staat allemaal geschreven. Alleen, weet je wel, het accent is veranderd. En, ja, maar dat zit. Maar oké, maar ik krijg kippenvel. Maar dat is toch gewoon een boodschap? Ja, het is hoe je het. Ik krijg een kippenvel van. Ja, ja. En dat, maar, wanneer je hem uit elkaar haalt. Het is ook dat. Ik liep hier net naar binnen en jullie zitten hier in een oud schooltje. En je loopt onder een groot. Mooi. Met steen, volgens mij staat er onderwijs. Mm-hmm. Ja. Onderwijs. Het is onder de wijsheid, mm-hmm. Weet je wel. En je kunt het in alle talen zetten. Het Duits is unterricht. Dat is unter das Richtige.
En het Latijns is medicere, dat is eenzijdige informatie. Weet je, dus het zit allemaal best wel in spraak al, weet je wel, embedded. En dus daarom zie ik het ook een beetje als een puzzel en een spel. Weet je wel, laten we dit allemaal doorgronden, dat is spannend. Het is heel spannend. En op het moment dat je dat weet, dan zul je een paracetamol ook niet meer zo snel nemen. Gaan nu alle woorden uit elkaar halen. Ja. En dan doe ik het weet je, ik snap niemand, niet iedereen Tuurlijk. Heeft er tijd voor. Nee, maar, het is... maar ik vind het wel, voor mij zijn het wel tekenen van, wacht eens even. We hebben allemaal codes gekregen. En we snappen de codes niet meer, weet je wel. Ja. En daarom vind ik Primordial Code vind ik ook zo'n spannende, ja. Weet je wel, een spannende reis op zoek naar wat is de essentie van de betekenis eigenlijk. En als je dan, nou goed, dan, ik weet niet hoe ver je daarin kunt gaan, dat ook misschien nog woorden, frequenties meenemen of zo. Ja. Interessant, maar jeetje, mina man. Ik wilde nog, ja goed, ook over die nacht, wat in de nacht en de Schumann-resonantie vond ik ook zo fascinerend. Maar weet je wat we gaan doen, Marijn? Ik ga je niet langer ophouden. Want ik weet gewoon hoe ontzettend druk je bent. Ja. En ik ben je ontzettend dankbaar dat je hier naartoe gereden bent. Mensen moeten massaal de documentaire kijken, want er zit zoveel wijsheid in, kennis in, die in mijn optiek cruciaal is dat we hier ons bewust van worden wat we mee kunnen. Want dan hebben we, en dat komt ook zo mooi voor in ons gesprek, dan hebben we keuzes. Mm. Dan kunnen we keuzes maken. Oké, welke richting willen we op? Ja. Gaan we naar rechts? Of met deze kennis wat we gewoon zijn, kunnen we een richting kiezen echt voor ons zijn, voor ons mensheid? Ja. Dus ik ben je daar heel dankbaar voor al het mooie werk heel wat graag je doet. Gedaan, ja. En ben je al, heb je al iets in je hoofd, deel 3? Nee, iets met woorden? Het is, nee. Ik zit nu in een vacuümleegte eigenlijk. En eerst ik heb het idee dat ik in één keer de zwaartekracht onder me weg gaat en eventjes... Even landen. Ja, even landen. En landen. Ik denk dat belangrijk is, ja. Snap ik. Marijn, ontzettend bedankt voor je komst. Graag gedaan. En we zetten onderin de uitzending zetten we de link naar jouw documentaire. Vanaf vrijdag is die ook te zien op ons platform. Ja. Daar ben ik je ook heel erg dankbaar voor. En ik wil je ontzettend bedanken, Marijn, voor wie je bent en wat je doet. En graag gedaan. Laten we gauw weer bij elkaar komen en leuke dingen co-creëren. Leuk dat we bestaan. Het is belangrijk. Jij, ontzettend bedankt voor het kijken, het luisteren. En ja, wil je ons nou steunen? Wil je dat we blijven bestaan? En wil je dat we door kunnen groeien met elkaar, samen met jou? Dat we dit soort informatie naar buiten kunnen brengen. Want het is cruciaal in mijn optiek om de volgende stappen te maken met elkaar als mensheid. Dankjewel Marijn. Dankjewel jij. Ga naar onze website univibes.nl. Bedankt voor het kijken, het luisteren. En deel deze natuurlijk massaal. Dankjewel. Tot volgende week. What is disease? It is the oscillatory disequilibrium of cells originating from external causes. Cell phone companies are putting up 5G towers, raising the question, are these towers safe? When vital resistance is completely overcome, death occurs. La cellula viene depolarizzata, viene resa malata. If cellular radiation gains the ascendant, restoration of health follows. When the doctor can heal it, devil will steal it. Is our consciousness perhaps being suppressed by certain frequencies? Da die Zirbeldrüse eine Schlüsselfunktion. Die hat sozusagen eine Anbindung an das sogenannte höhere Selbst, an das, was ich Wesenskern nenne. Why would they make an entire population sick? I mean, nobody wants to hold sick chickens in the barn, right? Well, when you poison the people, you can control them. Wie schafft man eine Brave New World, wo Leute schon existieren, die ganze Gesellschaft schon existiert, ein Großteil aus Erwachsenen, die eine Vergangenheit haben. Die wissen, wie es früher war und dass die Zukunft so nicht akzeptabel ist. So now we got a problem, right? We wouldn't know what free choice is if it came up and bit us in the ass. And so why don't I see if there's a way to teach turning all those systems back on. Die Angst, die ist einfach so nervtötend, sag ich mal. Ja, die nimmt uns so viel Kraft. Ich glaube, wir können mehr Kraft schöpfen in uns selber. So, hi Marijn. I found the guy. Wij zijn een bacteriekolonie.
in een plasje water, aangestuurd door de kosmos. This is our story, which we left behind long ago, and which has drawn great shadows over our inner light. We have sought the code of liberation in stories far away from here, but forgot that we carry the solution within ourselves. We're a safe being to be on planet Earth, even with traumas affecting us, because we're genetically encoded to be able to get ourselves through that process. Isn't that a comedy?